Welkom allemaal. Heeft iedereen een plekje kunnen vinden? Zullen we nog even wachten op de laatste mensen? Ik begin even met wat uit de huishoudelijke mededelingen. Mijn naam is Luc en ik ben hier programmamaker. En voor jullie of in jullie hand waar jullie mee aan het wapperen zijn, dat zijn scheurkaarten. En die zijn ervoor omdat wij publieksonderzoek doen. Dus scheur op de juiste plek en lever ze daarna in bij de dame die hier buiten staat. En dan krijg je in ruil daarvoor een consumptiebon. Dus niet om jullie om te kopen, maar dat is gewoon een aardigheidje van de balie. Ik verwelkom ook iedereen vanuit de livestream. Er wordt namelijk altijd bij de balie gestreamd. Alles wordt meegekeken online. Er zijn ook camera's in de zaal. En ook als jullie een vraag stellen, dan kan het dus eventueel op internet terechtkomen. Daar wil ik jullie alvast op wijzen. Maar vandaag gaan we niet heel veel Q&A'en. Vandaag gaan we heel veel kijken. En er zijn al wat mensen met de stadssafari meegeweest. Wie zijn er mee geweest? Zo goed als de helft van de zaal, geloof ik. Dat was ook inderdaad snel vol. Hebben jullie nog wat vogels gezien eigenlijk? Mag ik u vragen? Een stuk of 18 ongeveer. Een stuk of 18 vogels? Noem er eens één. Merels, maar ik ben niet goed met namen. Merels. Merels, heeft iemand nog iets anders gezien? We hebben koolmees gezien, we hebben vooral gierzwaluwen gezien, nijlgans, wat gaan we nog meer, meerkoetjes. Er zijn er best wel veel eigenlijk. Ja, best wel. En hebben jullie ook allemaal jullie verrekijker meegenomen? Ja. Heeft iedereen hem om? Want hebben jullie ook op het podium al gekeken naar de vogels en hebben jullie daar al wat gespot? Een specht, hier achterin. Een koutje, een vink, waar zit die? Een puttertje, die zit hier ergens, hè? Het zijn best zeldzame vogels. Ja, vogelen. Waarom vogelen? Want als programmamaker hier heb ik natuurlijk heel veel vrijheid om te doen wat ik wil. Ik mag eigenlijk alles doen wat ik wil, daarom is het ook zo'n fantastische baan. Maar ik heb dus gekozen voor vogelen. En dat moest ik wel even verdedigen. Toen ik dat op de redactievergadering zei, toen zeiden mensen, hoezo? Hebben we niet een democratie om te repareren? Hebben we niet een gender issue om aan te kaarten? Is het niet een huizencrisis die we nog moeten oplossen? Waarom ga je vogelen? Dus ik zei, ja, ik weet het eigenlijk niet. Weet je waarom? Omdat ik het gevoel heb dat er steeds meer mensen aan het vogelen zijn. Ik heb het eerder dat het een beetje een hype is. En toen ik de boekenverkoper sprak, toen vroeg ik, verkoop jij nou meer boeken? En die zei, ja, eigenlijk zie ik best wel een stijgende lijn. Wij verkopen steeds meer vogelboeken. En toen ik eens in het rond vroeg naar mensen die aan het vogelen waren of net waren begonnen, toen merkte ik dat er inderdaad steeds meer mensen naar vogels gaan kijken. Nou, ik weet niet of ik daarmee mijn redactie heb overtuigd. Maar er was één iemand en die hoefde ik niet te overtuigen. En dat was de allerbelangrijkste, dat is namelijk Juri Albrecht, de directeur van de balie. Want Juri Albrecht is een ontzettende vogelaar, kwamen wij achter. Dus die zei, Luc, luister, we gaan niet één avond doen over vogelen. Nee, we gaan een hele serie gaan we gelijk doen. Elke keer doen we één centraal. En dat maakt niet uit of er mensen komen of niet. Begin gewoon en we zien het vanzelf. En ik weet zeker dat iedereen het leuk vindt. Dus toen zat ik vast aan mijn vogelavonden. Want ben ik zelf eigenlijk een vogelaar? Ja, nee, ik heb mijn groenste kleren aangetrokken, dat wist ik wel. Ik heb eigenlijk nog nooit in het wild vogels gekeken. Dat komt een beetje omdat ze zo snel vliegen en altijd weg zijn. Ik kijk liever naar olifanten of zo, die zitten lekker op hun plek, dan kan je ze zien. Ik heb ook geen verrekijker. Maar wat ik dus heb gedaan is, weet je wat ik ga doen? Ik ga een vogelavond organiseren en dan nodig ik gewoon de mooiste vogelaars van het land uit, de beste. En die laat ik mij overtuigen van het vogelen. En er willen er vast een aantal mensen komen kijken. En zo is deze avond ontstaan. Dus wat gaan we vanavond doen? Ja, we gaan luisteren naar allerlei verschillende vogelaars. En zoals ik al eerder zei, Juri zei, we zetten één vogel centraal elke avond. En vanavond, zoals jullie hebben kunnen lezen, staat de vogelaar zelf centraal. Want die zijn er in vele soorten en maten. Die kan je overal vinden, hè? Vanaf je achtertuin, zoals mijn buurvrouw, tot in de hoge gebergte van de Himalaya. En daarvan heb ik er een paar op een rij gezet voor vanavond. En die ga je vanavond zien. Maar we hebben nog eerst misschien wel de meest bijzondere soort vogelaar. En dat is één vogelaar. En die begint pas met vogelen als de vogel lang en breed overleden is. En dat is Danielle Frenken. Die zit hier vooraan. Wil jij achter jouw snijtafel gaan staan? Mag ik dat een snijtafel noemen?
Wil je een microfoon daar pakken dan? Want ik heb gedacht, weet je wat we gaan doen? We gaan een vogel opzetten tijdens het programma. Dan hebben we een mooi verloop. Dan kunnen we meekijken hoe dat moet. Hoeveel vogels, Danielle, zet jij op per week? Tussen de 4 en 6. Zich erbij houden? Tussen de 4 en 6. Tussen de 4 en 6. Dus we hebben niet zomaar een taxi daar mis te pakken. Iemand die vogels opzet. Maar echt een hele goeie. Ik heb me laten vertellen dat jij een aanstormend talent bent in taxi daar mist een land. Ga je gang, zou ik zeggen. Ik heb jou gevraagd... Ja, ik heb heel lang over nagedacht... Over wat voor vogel we nou zouden moeten opzetten. Ik dacht... eigenlijk heb ik heel lang gewacht tot een ingeving. En uiteindelijk kwamen we erop dat er maar één vogel is... die ik dan op zou willen zetten. En dat is een Ekster. En dat komt omdat ik van mijn achternaam Ex heet. Dus ik dacht, Ekster, dat is leuk. Eigenlijk, ja, ik heb meer heb ik ook niet echt zo kunnen verzinnen. Maar er is nog wel één ding. En dat is zo dat het huis van mijn oma, dat heette het Eksternest. Ook natuurlijk zo gevonden. Dus vandaar gaan we een Ekster opzetten. Ik heb jou gevraagd om het hier te gaan doen. Maar je kan niet alles hier in één keer doen. Want hoe lang doe jij erover om een vogel op te zetten? Met een Ekster een uurtje of 6. Een uurtje of 6. Ja. Nou, zo lang gaat het programma niet duren. Dat ga ik jullie beloven. Want om 10 uur staan jullie weer aan de bar. En dan kunnen jullie vragen stellen aan Danielle. Misschien vogels bestellen. Misschien een praatje maken met een van de andere sprekers. En Danielle, ik heb jou ook gevraagd om vogels mee te nemen. Dit is jouw eigen voorraad. Of jouw eigen verzameling, moet ik zeggen. Dit zijn de vogels die ik te koop heb staan. De mooiste vogels uit mijn verzameling, die staan hier dan niet. Maar deze dit zijn is allemaal te koop? Dit is allemaal te koop. Kan je even een prijs noemen? Die is €350. En hier vooraan? Deze? Ja. Ook €350. En dat kleintje daarbovenin? Putter, ja? €175. Nou, als jullie nog wat willen bestellen, dan kan dat zo meteen. Boeken of vogels, je kan het meenemen. Ik heb je ook gevraagd om even een plaatje te laten zien over wat jij hier doet. Ik ga even terug naar het vorige. Ja, wat heb jij nou gedaan met onze Ekster? Dit zijn de eerste stappen van het prepareren van een vogel. Je kan het eigenlijk in 3 stukken opdelen. Je hebt eerst eigenlijk het schoonmaken van de vogel. En daarna het in elkaar zetten. En daarna de afwerking van de vogel. En op deze afbeeldingen kan je het villen zien. Dus wat je als het ware doet, is de vogel, je pelt de huid van het lijfje af. En ik begin dan met een snee over de borst van een vogel. En dan pel je als het ware dus die huid zo van de borst af. Heel even voor we beginnen. Waar komt deze Ekster vandaan eigenlijk? Is die was dood? Die heb je levend gevangen? Nee, ik denk dat ik deze van iemand heb gekregen die hem ergens dood heeft gevonden. Want dit is een wilde Europese vogel. Dus ik maak zelf niks dood. En zeker geen beschermde vogels. Want ik begrijp dat dat ook niet mag als taxidermist. Je mag geen vogels doodmaken om ze op te zetten. Als het gaat om Europese vogels, de voorwaarde ervan is dat je ze mag opzetten, is dat ze niet expres door de mens zijn doodgemaakt. Dus als ik van iemand een vogel binnenkrijg waarvan de nek is omgedraaid, dan weiger ik hem, omdat het niet mag. Ook nog met een goed hart deze vogels bestellen. Ja, uiteraard. Laten we even verder kijken naar wat hiervoor is gebeurd. Je hebt een föhn gebruikt, zie ik. Waarvoor gebruik je dat? Op het moment dat de huid dus helemaal schoongemaakt is, dan gaat de vogel in een badje om al het vel eruit te wassen. En er gaat ook een antimottenmiddel in. Je hebt de onderste foto, kan je zien hoe het eruit ziet als hij uit het badje komt. En daarna moet die huid weer droog gemaakt worden. Dus daar gebruik ik de föhn voor. En hier, wat gebeurt hier op het plaatje middenboven? Het plaatje middenboven, dat is het lijfje dus wat uit de vogel komt. Als je het goed doet, heb je dus niet zoveel met de ingewanden en de organen te maken. En het gele blokje, dat is PU-schuim. En het lijfje wat ik eruit haal, dat maak ik dus 1 op 1 na. Want dat gaat dus terug in de vogel. Het nekje wat eraan zit, dat maak ik ook na. Dan maak ik van ijzerdraad en watten na. Dus dit is het voorafgaande. Laten we maar uit je tas halen, want je hebt een bijen. Ja, dat klopt. En wat ga je vanavond doen? Ik ga deze vanavond afwerken.
Dus dat betekent dat hij in zijn, op het postament komt te staan en in de juiste houding komt te staan. En de veren goed leggen en de huid op de juiste plek krijgen. En zorgen dat hij er zo levensecht mogelijk uitziet. Okay. Nou, we komen af en toe bij je terug om te kijken. En jullie kunnen dus hier op het schermpje vooraan meekijken. Tips geven, zeggen hoe die moet staan. Danielle, ga zitten. Ik ga door naar de eerste spreker. En de eerste spreker, dat is Joeri. De directeur. Joeri, wanneer begon voor jou het vogelen? Hoe oud was jij toen? Ik denk dat ik een jaar of zes was of zo, denk ik. Zes? Ja. Dus jij, eigenlijk, jij bent met een verrekijker omgeboren? Ja. Nou ja, nou ja, ik ben, als je zes bent, ben je al zes jaar eerder geboren natuurlijk. Maar ja, ja. Ja. Want toen ik jou vroeg, zullen we iets over vogelen doen, toen was jij geloof ik op vogelreis, hè? Dat zou heel goed kunnen, ja. Ik geloof dat je in Israël zat. Ja, ja. Is dat een beetje vogelen puur zang? Reizen is wel vogelen puur zang, absoluut, ja. Ja, ja. En helemaal, ik reis dan, wat ik helemaal bijzonder vond, is dat ik met mijn zoon reisde van 16 en die kevert en ik vogel. De volgende serie lijkt me. Ja. Joeri, ga je gang en vertel ons alsjeblieft over je fascinatie voor vogelen. Dankjewel. Luc had gedacht dat we aftrapten met persoonlijke verhalen. Dus dat we een aantal, vandaag staat de vogelaar centraal. En de vogelaar is natuurlijk een vreemde diersoort, zullen we maar zeggen. En dat we iets persoonlijks zouden zeggen over vogelen. Maar ik kan het dan toch niet laten als directeur van de balie om ook iets maatschappelijks te zeggen. Want zo zijn we hier nou één keer. En de vraag die Luc zich natuurlijk afvroeg van ja, wat leuk dat vogelen. Maar hebben we niet nog een democratie te repareren? Is er niet een gender issue wat geadresseerd zou moeten kunnen worden? Zijn er niet belangrijker dingen dan dat? Op het eerste gezicht misschien wel. Maar op het tweede gezicht misschien niet. En aangezien we ook iets zouden willen zeggen vanavond over de typologie van de vogelaar, probeer ik dat een beetje aan elkaar te vlechten. En voor mij komen er ook in het vogelen namelijk twee van mijn allergrootste passies samen. Namelijk de kunstgeschiedenis en het vogelen, de natuur. En daar kan je natuurlijk een aantal dingen over zeggen. En wie is de vogelaar dan? En wat is de vogelaar? Nou, de vogelaar is een romanticus natuurlijk, dat is overduidelijk. En ik vind het leukste eigenlijk om te reizen naar landen waar je goed vogels kan kijken en waar je goed musea kan bekijken. En dan ga je soms naar zo'n oude kerk of zo'n mooi museum en dan kan je ook nog een landschap in. En liefst dan een oud cultuurlandschap, een naturnahes landschap, waarin je bijvoorbeeld grauwe klauwieren kan zien of een schreeuwarend of een wielenwaal. Hè, die soorten die bijna overal verdwenen zijn, die prachtige soorten die in zo'n prachtig natuurlandschap. Zo'n natuurnaas cultuurlandschap te zien zijn. En waar komt het vogelen dan vandaan? Hè? Het vogelen is natuurlijk een echte. De vogelaar is een modern mens, is een typische mens van de moderne tijd. Hoezo modern dan? Nou ja, het vogelen, het natuurkijken, natuurbetrachting, is natuurlijk iets wat uit de romantiek komt. Hè? Dat is hè, waar ontstaat het? Waar ontstaat het wandelen? Waar ontstaat het kijken naar de natuur? Dat ontstaat rond de tijd van Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, de man die ook het begrip wanderlust gemunt heeft. En wanderlust is het naar buiten gaan, het de natuur intrekken en naar de natuur kijken en die observeren. Een typisch romantische aangelegenheid. De mens die zichzelf terugvindt in het landschap en romantische schilderijen zijn ook altijd grote, overweldigende landschappen met ergens de mens daarin. En dat is die mens die naar de natuur kijkt. Maar dat betekent dat de mens ook losgekomen is van de natuur, omdat hij dus naar de natuur kijkt. Hij is er geen onderdeel meer van. Hij is niet, zeg maar, organisch verbonden met de natuur en het landschap. Hij kijkt ernaar, hij observeert het. En dat beschrijft Goethe ook. Hè. Goethe beschrijft de prachtige natuurbeschrijvingen. In het begin van Goethe's Faust 2 heb je een ongelooflijk mooie natuurbeschrijving. Als Faust wakker wordt in een Grieks landschap. En dat is een prachtig proza gedicht, Woud onthullen. En daar beschrijft hij hoe het licht door het water en de natuur en het landschap. En ja, die natuurbetrachting is natuurlijk iets wat in de romantiek groot geworden is. En wat ook in de praktijk gebracht wordt met het lopen, het wandelen. Goethe is daar, zou je kunnen zeggen, een van de oervaders van. Goethe ging ook op
reisde door Italië en ontdekte daardoor die natuurbetrachting. Allerlei, dat vond hij belangrijk, geologie bekijken, landschapstypes, aardtypes, vegetatietypes die op verschillende, verschillende bodem voorkwamen. En daar ontdekte hij ook in Padua, hij had zijn Italiaanse reizen, beroemde Italiaanse reizen van Goethe, in 1786 tot 1788, vlak voor de Franse Revolutie. En daar ontdekte hij de oerplant, de theorie van de oerplant in de Hortus Botanicus van Padua. En in de tuinen van allerlei Siciliaanse adellijken op Sicilië. En daar vond hij allerlei rare planten die hij nog nooit gezien had. En het idee van dus kijken naar de natuur en het observeren. Dat is die tijd eigenlijk. Er is één iemand die daar nog aan vooraf gaat. En dat is ook veelzeggend. Want die romantiek, dat observeren en dat los zijn, dat loskomen van de natuur. Dus geen onderdeel meer zijn, maar het er niet meer mee verbonden zijn. Dat wordt natuurlijk, daar is een prefiguratie van de man die eigenlijk in zijn geheel een prefiguratie is van de verlichting en van de renaissance en de verlichting. Dat is Francesco Petrarca. De eerste beklimmer van een berg überhaupt in de geschiedenis. De eerste beklimmer die daar, Francesco Petrarca, die op 26 april 1336, Italiaanse dichter, maar hij leefde veel in Zuid-Frankrijk, in de Provence rond Avignon, die de Mont Ventoux beklom. Op 26 april 1336... volgens zijn eigen zeggen is hij de eerste die de Mont Ventoux bewandelt en beklimt. En in ieder geval is hij waarschijnlijk een van de allereersten die inderdaad puur voor de lol, voor de natuurbetrachting, de Mont Ventoux die hierachter te zien is, oploopt. En dat weten we omdat hij er een brief over schreef aan een vriend van hem in San Sepolcro. Hij is geboren in Arezzo, midden Italië. En hij schreef er een brief over, en die brief is nog steeds bewaard gebleven, over hoe ongelooflijke ervaring hij het vond om door die natuur naar de top van die berg te lopen en dat te ervaren. En dat puur voor zijn plezier te doen. Het kijken naar de natuur. En dat is natuurlijk ook, dus het is iets moderns en Petrarca is in vele opzichten een soort prefiguratie van de moderniteit, van de renaissance. Hij is een middeleeuwer, maar hij is eigenlijk al een renaissanceman. En hij loopt daar omhoog. En bekijken van de natuur, hè, dat vind je ook terug in allerlei tijdgenoten van Goethe, die kring rond Goethe. De bekendste is natuurlijk misschien wel, voor natuurliefhebbers, de bekendste is misschien wel de vriend van Goethe, Alexander van Humboldt, die iets jonger is dan Goethe. Goethe is geboren in 1749 en van Humboldt is geboren in 1769. Maar die, zijn biografie kan ik jullie zeer aanbevelen. De ontdekker van de natuur wordt hier genoemd. Hè? De man die het idee natuur ontdekt heeft. Lang al voor Darwin en ook al voor Russell. De andere goede vriend van deze kring is natuurlijk Caspar David Friedrich, Wanderlust, die prachtige schilderijen maakt. Hier zie je er eentje. Die heet Der Wanderer über den Nebelmeer. En daar staat hij. Dat zijn twee schilderijen van hoor. Maar hier kijkt natuurlijk het natuurbetrachting. De man die over het landschap kijkt en naar de wolken kijkt. En het is het Riesengebirge wat hier geschilderd wordt. Het is een schilderij uit, men vermoedt zo, 1817. Dat is de echte romantiek. En daarachter hier ook dat romantische landschap wat zo naturnahes cultuurlandschap is. Waar die prachtige soorten allemaal voorkomen die mijn voorkeur hebben. Hier zien we nog even Goethe. Een schilderij van Tischbein waar hij in het landschap tijdens zijn Italiaanse reizen. Hij had zelf een schilder bij zich die ook prachtige landschappen en bomen en zulke dingen schilderde. Hier zien we van Humboldt, Alexander van Humboldt, de ontdekker van de natuur. Dat is één kring in Jena en Weimar en één kring van mensen die eigenlijk de natuur ontdekken en het natuur ingaan ontdekken. En het natuur bekijken, de Ettersberg buiten Weimar, Goethe woont lange tijd in Weimar. Als je zijn brieven leest, staat van alles in over wat hij daar aan plantjes en bomen en landschappen en zo allemaal ziet. Dat los zijn van de natuur, en dat heeft natuurlijk, dat komt in de romantiek. De romantiek gaat eigenlijk gelijk op met de echte komst van de verlichting. Hè? Dus de mens raakt in een stroom, zeg maar de menselijke psyche zou je kunnen zeggen, of zijn bewustzijn raakt in een stroomversnelling in de verlichting. En hij komt los van de natuur. En hij bekijkt de natuur, dus dat neoclassicisme, die verlichtingsdenken, zeg maar, dat brengt met zich mee dat de mens opeens heimwee heeft om de natuur in te trekken, om die verbinding terug te vinden. Die verbinding met de natuur. Grappig genoeg, als je naar de romantiek kijkt, dan toch nog even, het is ook iets typisch Hollands. Want kijk, wij Nederlanders maken natuurlijk al heel lang rationeel dat landschap. Hè? En waar komt die romantiek nou eigenlijk voor het eerst naar voren? Nou, bij mensen als Meindert Hobbema, bij Van Ruisdaal. He, dus die Nederlandse schilders die echt
100 jaar eerder zijn dan de romantiek, die hebben datzelfde verlangen, datzelfde heimwee naar dat mooie landschap vol met dieren. Dit zijn natuurlijk plekken waar je een ijsvogel tegenkomt, waar je wielenwalen tegenkomt, zo'n watermolen. Waar hebben we dat nog? Maar dat beseften die Nederlandse landschapsschilders zich al 100 jaar eerder, minstens 100 jaar eerder dan de rest van de wereld, omdat in Nederland dat landschap zo rationeel gemaakt werd, toen al natuurlijk. Dus die hier dit soort landschappen die wild romantisch zijn, natuurlijk zo'n holle weg met zo'n zandweg erlangs met al die bomen met oud hout erin, doodstaand hout, we weten het allemaal, spechten en dat soort dieren die daar fijn in kunnen leven. Dat is natuurlijk, ja, dat was in Nederland en dat vind ik opvallend, dat je dus ziet dat hoe rationeler het landschap wordt ingericht, hoe groter de heimwee wordt naar dat prachtige landschap waar je in kan, naar de natuur kan kijken. Met andere woorden, het vogelen, het kijken naar de natuur, het observeren van de natuur, is de mens die verdreven is uit het paradijs. Het paradijs waar die ooit onderdeel van was. En waar die, prachtige dieren kon zien. En dit verdrijven uit het paradijs, dus het onttovering van de wereld, het rationeel worden, de rationalisatie, de verlichting, het brengen met zich mee dat de mens ook gaat observeren door een kijker. Ik heb een habicht. 10 keer 40, dat je daar loopt te observeren naar de natuur, dit verlangen terug naar de natuur, naar het één zijn daarvan. Dat is volgens mij de typologie van de vogelkijker. En de verdrijving uit het paradijs, hier heb ik een plaatje genomen van Cornelis van Poelenburg, 1594, 1667, dus nog wat eerder. Daar zie je ook dat verdrijven uit het paradijs, daar zie je nog dieren te zien daar. En dat prachtige, ja, dat is dus de vogelaar. De vogelaar heeft in mijn optiek is een wild romantische mens die terugverlangt naar het één zijn met de natuur. Maar doordat wij rationeel verlicht zijn geworden, daar los van staat. En dus dat gedoemd is om dat te observeren, maar geen deel meer aan te zijn. En dit terugkeren naar die natuur, dat is ook, vind ik, het maatschappelijk belang van het vogelen. Hè? Want door het kijken naar vogels, door het observeren van vogels, hebben we langzaam geleerd dat de ecologische ramp die zich voltrekt in de groene ruimte, je kan toch wel zeggen de totale monomane monocultuur die opgerukt is in de groene ruimte, de totale rationalisatie en beheersing van de natuur langs puur rationele lijnen, en dan zeg ik bewust lijnen, want het zijn altijd rechte monoculturen van gewassen. Eén soort gras, het Engels rijgras. Eén soort gewas, namelijk de mais. Dus die totale monocultuur, die obsessie in die zin met beheersing van landschap en rationalisatie van landschap, is natuurlijk het grootste gevaar voor de natuur, voor de biodiversiteit. En dat is die opvatting die bestreden wordt door de vogelaar en door de studie van de vogels. Ik bedoel, ik vind dat als je kijkt naar het werk van mensen als Teunis Piersma, of misschien ook de werkgroep Grauwe Kiekendief, als je kijkt naar echt inzoomen op zo'n soort en hoe je ziet dat alles met elkaar samenhangt, dat de ecologische holocaust die zich afspeelt, te voorkomen is als je een natuurinclusieve landbouw maakt, als je een omgang met het landschap hebt die divers is, die tolerant is. En ook daar, diversiteit en tolerantie ten opzichte van verschillen en kleine verschillen en grote verschillen leiden tot grote vruchtbaarheid en de rationele, totalitaire aanpak van de landbouw is het andere daarvan. Dus het leert ons, de vogelaar, de romanticus, de vogelaar leert ons om te kijken naar het landschap en te leren hoe we met de natuur hand in hand een landschap en een land en een planeet kunnen maken waarop we allemaal kunnen leven in plaats van eentje die we beheerst hebben en uiteindelijk tot een soort doodse monocultuur hebben omgevormd. Dus vandaar misschien ook deze serie in de Bali, toch met een maatschappelijk belang. En dit is wat mij betreft de typologie van, wat mij betreft in ieder geval, wat voor mij het mooie van vogelen is. Die combinatie van denken over cultuur en landschap en het kijken naar vogels. Persoonlijke ontboezeming over waarom ik vogels kijk en wat ik daar zo leuk aan vind. Wat mij betreft dus ben ik altijd op zoek naar een landschap met heggen, ouwe, eiken, verschillende soorten in cultuur gebrachte grond. Of dat nou graan is of een beetje braakliggend. En daar zie je de mooiste soorten. En daar wandel ik graag doorheen.
En we maken hier inderdaad een serie van met wat mij betreft groot maatschappelijk belang. Hartelijk dank. En dat is ook zo opvallend, hè? Die ekster, dat is een symbool van de ziel. Als je op de schilderijen kijkt van Jeroen Bos, dan zie je daar vaak een ekster op een hekje zitten of zo. Zo'n zwart-witte vogel, dat is het symbool voor de ziel. Kijk, ik leer met de minuut. Het gaat hard. Ja, dus dat is wat we gaan doen in deze serie. We gaan één vogel centraal zetten. En voor de donkergroene onder u, daarmee bedoel ik de mensen die echt fanatiek vogelaar zijn. We gaan zeker diep in op de vogel. Dat doen we vanavond ook met de vogelaar. Maar we gaan ook dus alles daaromheen bespreken. De cultuur, de geschiedenis, de economische omstandigheden in een land. En zo willen we deze serie starten. Hoe gaat het inmiddels met de ekster? Kan je hem iets naar voren schuiven? Want ik zit op het beeldschermpje hier te kijken en soms dan zit je net een beetje uit het beeld. Ja. Hij begint al een beetje vorm te krijgen. Ja. Waar zoek je naar? Ik ben nu kijken naar om alles strak te krijgen en om in de goede houding te krijgen en dat hij levensecht wordt. Ik ben nu nog een beetje aan het kijken hoe hij op zijn poten moet staan. Hij staat nog niet helemaal goed, dus daar ga ik mee verder nu. En ik zie dat je ook een iPad hier hebt liggen met een foto van een ekster. Klopt. Waarom doe je dat? Ik gebruik altijd heel veel referentiefoto's als ik aan het opzetten ben. Om te kijken naar de houding, hoe de poten staan, hoe zo'n vogel zit op de tak. Ja, het is echt een vogelaar, denk ik. Wie heeft er wel 6 uur achter elkaar naar dezelfde vogel gekeken? U? Welke vogel was dat? IJsvogeltjes. Een nest. Dat is ook wel heel mooi. Ja, prachtig, prachtig. Die ken zelfs ik. Dat is waar, dat is waar. Volgende spreker, Jean-Pierre Gele. Kom vast staan. Jean-Pierre Gele kennen jullie allemaal als als ombudsman van de Volkskrant. Nog even, ja. Nog even? Ja. Je gaat vertrekken? Ik ga wat anders doen. Oh, nou daar hoor ik je straks aan de bar misschien meer over. Als je wilt. Of wil je ons vertellen wat je straks gaat doen? Ik ga over een paar weken, dan gaat onze columnist Bert Wagendorp een tijdje ertussenuit en die ga ik vervangen. Ah, dus je krijgt een ondagelijkse column of een dagelijkse column? Om de dag, afwisselend. Okay. Ja. Heel goed. Toen ik jou mailde om mee te doen aan dit programma, toen was je volgens mij aan het vogelen, hè? Dat was de bedoeling, maar dat is jammerlijk mislukt. Waar was jij? Ik maakte de stomme fout om naar Schotland te gaan. Waarom een stomme fout? Ze hebben daar, het is een beetje een cliché geloof ik, maar als je daar aan een log staat, een meer, dan zeggen ze, als je de overkant niet kunt zien, dan regent het. Als je de overkant wel kunt zien, dan gaat het regenen. En dat heb ik meegemaakt. Wat betekent dat jij dat alle daar vogels was kwam? En alle vogels bleven binnen. Dus ik heb daar echt heel weinig gezien. Want als het regent, dan zijn er geen vogels te zien? Nou, dat zie je hier in Nederland ook. Je kan beter op een zonnige morgen... Als het zicht goed is. Maar het lijkt ook wel alsof de vogels zelf vrolijker zijn wanneer de zon schijnt. Dat is echt heel opvallend. Als het hard waait en het regent, dan zie je veel minder. Dus je was en die ene dag dat ik een boottochtje had geregeld om naar een eilandje te gaan waar 30.000 papegaaiduikers zaten te broeden, werd die tocht afgeblazen vanwege de storm. Nou, ik ben blij dat je toch bent teruggekomen om hier te komen staan. Hier is een klikker. Oh, ga ik dat doen? Dat mag jij doen. Zal ik dat doen voor jou? Doe jij dat maar, dat want doe ik, voor jou. Ik weet helemaal niet meer op welke momenten dat moest. Oh, nou, dan gaan we dat improviseren. Dat is heel goed. Heel goed. Ik zet een vogelaarsbrilletje erbij op. Jij gaat ook vertellen over wanneer jij een beetje uit de kast kwam als vogelaar. Hè? Dit was Juris uit de kast komen, nu ben jij aan de beurt. Ja, mijn verhaal is een ingewikkeld verhaal. Dat zal ik jullie hier besparen. Ik ga het hebben over de vogelaar, zoals ook beloofd. Ik zal mijn best doen er een gender issue in te fietsen, maar ik kan het niet beloven. Want met vogelaars is het goed spotten, dat weet iedereen. Het is een klassiekertje onder de echte freaks. Misschien weten mensen het hier. De kleine trap, dat is een zeldzame dwaalgast onder de loopvogels. En in 1986, toen zat er eentje in een veldje bij Nijkerk. En de plaatselijke bevolking die was zo vriendelijk. De vogelaars die daar natuurlijk op afkwamen, te verwelkomen met een wegwijzer, een bordje. Er stond kleine trap, linksaf. En inderdaad, 25 meter verderop kreeg je hem haarscherp in beeld. Deze. Een keukentrapje. Zo flauw zijn ze dus. Waarom zijn vogelspotters toch altijd zo om te lachen? Vroeg de baas van een tijdschrift mij eens. En of ik daar eens naar kon kijken als vogelspotkenner. En dat kon wel eens pijnlijk worden, zo'n zelfonderzoek. Want ik ben zelf een vogelkijker.
Maar ik moet bekennen, ik lach soms even hard mee met de grappenmakers. Ik ken die schaamte wel, die is me van kinds af aan ingewreven. Als het gezin Gele vroeger in een bos kwam, dan werd elk vogelroepje overstemd door het gegier van mijn moeder om de eikels, met hun botaniseertrommeltje, zei ze er altijd bij. Maar toen bedoelde ze natuurlijk plantkundige, maar dat zou ik pas later begrijpen. Die zij zag. En ik vrees dat ik toen ook al als kleine jongen heb meegelachen. En gniffelend zag ik de echo van die jeugd terug op Geen Stijl. Toen ze eens in Zwolle een sperweuil vertoonde, dat is nu een jaar of 4, 5 geleden denk ik. En de welbekende militante meute vogelspotters erop af was gevlogen. Oh, daar heb je het al. Echt wel gênant, schreef Geen Stijl. Die vogelbukeken, moet je zeggen. Als u dat woord niet kent, moet u het vooral even opzoeken. Van geflipte vleugelvriendjes daar bij het tankstation. De oploop voor een fucking vogel was volgens de stijlloze schoolpleinjeugd niks meer dan een kneuze conventie. De grootste concentratie schouders met roos in Nederland. Steek al die energie liever in je sociale vaardigheden. Misschien dat je dan wel een vriendin kan krijgen. Met je kutvogel. Zet jezelf toch niet zo voor lul met die sperweuil flauwekul. Enfin, ik kan daarom lachen, gewoon omdat dat kan. De ornitholoog heeft er altijd al gekleurd op gestaan. Het archetype vogelaar heeft iets zulligs en iets seksloos toch ook. Hij of zij heeft iets monomaans, iets bezetends, iets onverzorgd vaak. En daarmee is hij zijn tijd ver vooruit. Want de vogelaar was al een nerd ver voordat dat hip werd. De sereniteit van het niet, dat totale gebrek aan actie. In een tijd waarin druk, druk, druk nog niet bestond. Dat schreeuwde om hoon en spot van hen die het raadsel maar niet doorgronden. Onbekend en onbemind, pek en veren. Waardenberg en de Jong, ik weet niet of mensen hier die scène kijken, met hun woordloze act met plastic reigers die elkaar totaal verrot schoppen. De mannen van Jiskevet als vogels wadend door het riet. En Jeroen van Koningsbrugge in draadstaal als vogelende oetlul. En hij zei zoiets van, hoe ze heten? Geen idee, maar die vogel weet ook niet hoe ik heet. De oervader van de Nederlandse vogelgrap is natuurlijk Toon Hermans, die ons liet kennismaken met het fascinerende bestaan van de witte roepie roepie. Met zijn kenmerkende geluid roepie roepie. En ook de kroet, waarvan de lokroep is polyfinario. En natuurlijk de polyfinario, waarvan de roep luidt kroet. De klassieker bleek een thema met variaties van talloze cabaretiers als Bert Visser, en ene Johan van Gulik bij Jensen, toen die nog op tv was, kregen met vrijwel hetzelfde trucje alle lachers op hun hand. En hoe flauw en voorspelbaar ook, het blijft onweerstaanbaar grappig. Tranen met tuit heb ik gelachen om Jonas Gernaert, ook wel bekend als Kabouter Wesley. Op YouTube kunt u nog steeds zien hoe die Vlaamse komiek zijn medespelers in De Slimste Mens het gehoor liet raden welke vogels hij kon imiteren. En de eerste keer doet hij het voor, concentreren, dan geeft hij een goede uil of een duif ten beste. Dat was een eitje voor het publiek ook. De tweede keer maakt hij hetzelfde geluid. Het publiek is in verwarring. Geen duif, volgens Wesley, maar een papegaai die een duif nadoet. Bij de derde keer exact hetzelfde geluid. En het publiek tast totaal in duister. En dan zegt Wesley, op zijn Vlaams, op zijn allerdroogst, dat was een koekoek. Maar daar ben ik zelf nog niet helemaal tevreden over. Het is net een duif. Enfin, u moet het hem zien doen, dan is het wel leuk. En toen moest natuurlijk die film nog komen. Ik weet niet of u die kent. The Big Year. Dat was in oktober 2011. En net had je je handen vol aan de vogeltrek natuurlijk in oktober. En dan verschijnt er een lachfilm. En dat is knap en makkelijk tegelijk als het om vogelaars gaat. Het knappe is dat het gelijknamige boek van Mark Obmechik, als ik het goed zeg, daar valt geen spier om te vertrekken. De basisgegevens, 3 mannen op jacht naar een vogelrecord, zijn gelijk. Maar de film, zeker een komedie, vraagt om overdrijving, uitvergroting en absurdisme. En regisseur David Frankel kende feilloos de basisingrediënten om er alle clichés rond vogelaars mee uit te botten. Zijn hoofdpersonen zijn 3 natuurlijk nerdachtige mannen van middelbare leeftijd. Met ieder een klassieke mankementjes. Een midlife crisis, een work-life crisis en een no-life crisis. Hun gedeelde liefde voor vogels kijken is de sublimatie voor hun menselijk tekort. Helemaal de Freudiaanse beweging die prototype en ervaringsslachtoffer Hans Dorrestein, hij komt later vandaag, omschreef in een van zijn veelgeprezen vogelgidsen. De orgastische vreugde bij het zien van een nieuwe vogelsoort
als plaatsvervangende seksualiteit. Daar gaat hij vast nog meer over vertellen vanavond. En ook al is die werkelijkheid allang totaal anders, vogelaars blijven een dankbare prooi voor de grap. En dat is natuurlijk hun eigen schuld. De vogels kunnen er niks aan doen. Maar als je hun namen geeft als kwak, witgatje en beflijster, ja, dan vraag je er wel een beetje om. En ik beken, ik heb daar zelf naar hartelust aan meegedaan. Ook ik heb wel eens gegrapt over die televisievogelaar met zijn kalkoenkop, zijn kaplaarzen en geblokte wollen trui. En ik ben er niet meer trots op. En natuurlijk weet u welke snoeshaan ik bedoelde. En natuurlijk is de man in werkelijkheid een buitengewoon aardige, humoristische en bovenal zeer deskundig mens. Het moet zelfbescherming van mij zijn geweest. Een aangeleerde vorm van resistentie tegen het gevreesde vogelaarvirus. En het bezweren van angst wellicht dat je op een ochtend in de spiegel kijkt en jezelf terugvindt als een ander. Dat je op een ochtend in die spiegel kijkt, oh sorry, iemand die je nooit wilde worden en toch blijkt te zijn. En dat onderweg niemand je had gewaarschuwd. Over baardmannetjes gesproken, want over die snoeshaan had ik het natuurlijk. In een serie bij Omroep Max, waar anders, bewezen de lichtende voorbeelden Hans Dorenstein en Nico de Haan dat je als vogelkijker een stuk verder komt met zelfspot. De clichés pareerden ze door ze te bevestigen. En dat is het geheim van hun ontwapeningsprogramma. En het werkte ook, want ik vond het een heel leuk programma. Zijn we uitgelachen of de schaamte voorbij? Ik weet niet of er een verband is, maar ondanks alle hoon is vogels kijken populairder dan ooit. Met alle nieuwe gekte van dien. Honderdduizenden vergapen zich elk jaar maart, vooral in de baasentijd, weer aan de real-life soap rond de gezinnetjes Steenuil en Blauwe Reigers op beleefdelente.nl. En buiten de kantoortuin waait inmiddels het sportvirus dat vat heeft gekregen op een groeiende groep vogelaars, de Twitchers, de soortenjagers zoals in The Big Year. Ooit, schat ik, zal Twitchen nog onderdeel worden op de Olympische Spelen. En ik lach ze uit hoor, die fanaten die het land, nee de hele wereld afrazen voor die ene verdwaalde Mongoolse pieper of Siberische taling. Kunnen ze wel tegen, gehard als ze zijn. Want wie vogels wil kijken, heeft niet alleen goede ogen en een kijker en een dito stel oren nodig. Goede beschermende kleding trouwens ook, maar toch vooral een dikke huid. Dank u wel. Dankjewel. Ja, ik hoorde toch wel een persoonlijk verhaal eigenlijk terug, ja, denk ik. Ja, toch wel. Ja, en iemand die vogels kijkt, maar het een beetje stiekem doet misschien. Ja, ik loop nog steeds wel eens met mijn kijker onder mijn jas. Ik sprak onlangs iemand, volgens mij zat ze hier in de zaal trouwens, die zei mij, doe dat niet. Als jij in je eentje als man door de duinen loopt en een vrouw loopt daar ofwel de hond uit te laten of zelf vogels te kijken, dan ziet hij liever van veraf al van, oh, dat is een vogelaar met een kijker. Dat is onschuldig. Als jij een verdwaalde, eenzame man bent, dat is vele malen enger en bedreigender. Sindsdien heb jij een verrekijker om. Ja, ik laat hem vaker zien, ja. Je laat hem goed hangen sindsdien, ja. Ik laat hem helemaal hangen. Ik geef hem de vrije ruimte. Saskia, wil jij dan naar voren komen? Saskia kennen wij allemaal als eindredacteur van NRC, Amsterdam. Kennen we allemaal, Saskia? Nou, een beetje wel, toch? Saskia van Loen heeft samen met Jean-Pierre Gele het verschillende vogelboeken geschreven. Samen één boek geschreven. En ik hoor dat er eentje aankomt. De ijsvogel. Over de ijsvogel. Kijk. Pak even een microfoon, anders kunnen mensen je niet horen. Atlas Contact heeft zo'n hele mooie boekenserie van telkens één vogel. De merel, de spreeuw, de gierzwaluw. En de ijsvogel ontbrak nog en die mogen wij gaan schrijven. Nog lang niet af, maar misschien over een jaar of twee of zo. Dat die in de winkel ligt, dus daar hoort u vast nog van. En vandaag ga jij vertellen over jouw eigen gekte ook. En, ja, een onderdeel daarvan, want er zijn vele gektes die met vogelen te maken hebben. Maar ik pik er één onderwerp uit. Dat is al erg genoeg. Verder durf ik ook niet te gaan vanavond. Jij hebt meer gektes, maar over deze vertel je wel eens. Dit is vrij gênant, ja. Hey, ja. Heel even voor je begint. Het zal mensen misschien niet verrassen, maar toen ik jou mailde, toen was je vogels aan het kijken. Ja, volgens mij wel, ja. Waar zat jij?
Volgens mij liep ik in de Volgemeerpolder. Ik woon in Broek in Waterland en daar ligt een heel mooi gebiedje, heel mooi vogelgebiedje. De Volgemeerpolder was een giftbelt van de gemeente Amsterdam, notabene, op de uiterste grens van de gemeente. Dat is helemaal gesaneerd, daar hebben ze een soort vogelwalhalla van gemaakt met allemaal watertjes. En daar zit echt alles. De roerdomp, duizenden baardmannetjes, het is ongelooflijk. En daar, ja, ik woon op 10 minuten lopen van dat gebied, dus ik ben daar vrij vaak te vinden. Dus jij bent eigenlijk die vogelaar die veel in zijn eigen biotoopje zit? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar goed, ik ga ook wel naar andere plek, hoor. Ik ben pas nog op de Farne Islands geweest naar de, sorry Jean-Pierre, papegaaiduikers. Volgens mij was je zaten daar. Zaten er 80.000, geloof ik. Het was heel fijn. Ja. Volgens mij zat je daar toen ik jou e-mailde. Toen zei je, ik ben even weg, Luc, want ik ben vogels kijken. Ik zat tussen 80.000 papegaaiduikers, dat was het. Ja. Daar was het. Ja. Nou, zo en jij zat toen in dat regengebied in Schotland. Ik zat net aan de andere kant van het land. Ja. Ja, dat was één meeuw, hè? Ja, ja, lullig. Eén scheidlijster. Wij gaan jouw persoonlijke vogelgekte bekijken. Ja, doe je best. Ik ga ontzettend meeklikken. Het is voor hem een hele exercitie, dit. Dus ook respect voor Luc, want die moet zorgen dat het goed gaat. Het zijn namelijk nogal veel foto's. Ga je gang. Maar goed. Nog even terug te komen op Jean-Pierre, die net voor mij was. Dus even onder ons, dus niet verder vertellen graag. Maar ik heb hem onlangs een keer dronken gevoerd. En ik wist hem wat ontboezemingen te ontlokken. Ja, want altijd even verstandige ombudsman of niet, hij bleek stiekem een aardige hoeveelheid vogelmeuk verzameld te hebben. Maar goed, hij is dan ook zo'n 20 jaar langer vogelaar dan ik. En logischerwijs zou ik dus op grote achterstand moeten staan, want ik ben nog maar 4 jaar vogelaar. Ik ben echt een absolute beginner. Maar was het maar waar? En dan vraagt de balie doodleuk of ik mijn ontboezemingen met een volle zaal wil delen. Was ik nu ook maar dronken gevoerd. Maar goed, ik heb ja gezegd, we gaan. Toen ik mij een paar jaar terug waagde in de wereld van de vogelaars, trok ik al snel de conclusie dat ik helaas een peperdure hobby had uitgekozen. En dan heb ik het niet eens over die idioot geprijsde superkijkers en ook niet over die voor vogelaars ontwikkelde kledinglijnen die ik immers zal weigeren te dragen tot aan mijn dood, al moet ik naakt de velden in. Nee, de pijn zit hem in de hebbedingen. Voor al die handige zaken, jongens, die zelf nog geen mus van een roodborst kunnen onderscheiden, behoor ik tot de gedroomde doelgroep. Gek van vogels en dan ook nog vrouw. Impulsaankopen, vooral op het decoratieve vlak, zijn sowieso altijd wel meer een vrouwending. Een dodelijke combinatie, zo blijkt. Langzaam verandert mijn huis in een van vogels vergeven gesticht waar man bij het hond graag een tv-item aan zou hebben gewijd. Mijn dag begint met vogelzang als wekker. Boven mijn bed 2 rare vogels van die geweldige kunstenaar Paul Vaassen. Bij het aankleden 's morgens heb ik de keuze uit minstens 30 verschillende truitjes, t-shirts, rokjes, jurkjes en zelfs een spijkerbroek met vogels erop. Ik ontbijt van een bordje met een winterkoninkje dat me met zijn opstaande staartje elke ochtend toelacht dat hij geen kitsch is, maar kunst, want duur. Dat durf ik dan weer niet met zekerheid te zeggen van mijn vrolijke beschuitbus vol vogels. Maar niettemin kijk ik er tijdens het beschuitjes eten vol genoegen naar. Als ik mijn iPhone aanzet, vlieg ik dankzij de gedownloade achtergrondfoto mee met prachtige kraanvogels tegen een paarse avondlucht. Als ik gebeld word door mijn dochter Merel, zeg maar niks, klinkt luid de ringtoon Blackbird, een prachtig zingende merel. Diverse vogelaars wierpen me al een woedende blik toe, toen bleek dat naast hen toch niet de allereerste lentemerel van het jaar was neergestreken. Op de achterkant van mijn auto prijkt een sticker met het fraaie silhouet van een vliegende vogel, bij wijze van laffe verantwoording voor al die kilometers op weg naar vogelgebiedjes. Een dienblaadje met vogels, een brillendoekje, speltjes, tasjes. En het gaat maar door. Ik heb 3 verschillende kwartetspellen van vogels. Een dekbed met vogelveren, een dekbed met een uil, een dekbed met pestvogels. Een blauwe vogel van kunstenaar Pieter Bijwaard aan de muur, na een lyrische Joost Zwageman in De Wereld Draait Door. Gierzwaluwen van Siegfried Woldhek op weer een andere muur. Een deurposter met het prachtige gedicht Een Merel van Rutger Kopland. Op steeds meer plekken in mijn woonkamer staan 3D-vogelkaarten. Je weet wel die je kantelt waarna de vogel een iets andere houding aanneemt. Was ik in het begin al intens tevreden met mijn ijsvogelkaart? Inmiddels wil ik ze dus allemaal. En de marketeers hebben ook al lang ontdekt hoeveel verschillende vogels er wel niet zijn en lachen zich kapot. De glazen en koffiekopjes worden neergezet op vogelonderzettertjes.
Mijn kinderen, een welkom excuus bij veel van mijn impulsaankopen, lopen alle drie met een vogelrugzak. Ze slapen met vogelknuffels. Ik droog mijn glazen met een vogeltheedoek. Mijn brillenkoker is bedrukt met dezelfde vogels als die op het doekje erin. Mijn literatuur wijkt langzaam maar zeker, bij gebrek aan meer plankruimte, voor de immer uitdijende rij vogelboeken. Lieve, de doodgevonden zanglijster die ik liet opzetten, drukt zijn gespikkelde borst fier vooruit bovenop mijn kast, als was hij de koning van dit vogelhuis. Diverse houten vogels prijken op de salontafel, het dressoir naast mijn bed. Thee drink ik uit de inmiddels complete vogelbekerserie met zo'n beetje alle wat- en weidevogels van Nederland. Nespresso dan weer uit een ijsvogelkopje. Notitieblokjes met een vogeltje op de cover, doet u er maar meteen 5 alstublieft. De gevaarlijkste plekken van ons land zijn de vogelbescherming in Zeist en het vogelinformatiecentrum op Texel, hoofdkwartieren van de vogelhebbedingen. Loop daar naar binnen en gegarandeerd dat je leeg gepint en met tassen vol niet vliegende vogels weer naar buiten komt. Denk je dat je alles al hebt, is er toch altijd nog wel 1 mooi vliesdekentje of kussentje dat ik aan mijn dochter zou kunnen geven met Sinterklaas. Afijn, u begrijpt, dit is niet meer te redden. Deze patiënt is al dood en doodziek. Dacht ik bij veel spulletjes die ik kocht nog, leuk, dat heb ik nog niet. Het wachten is op het moment dat ik ga denken, ik heb al een vogelbeschuitbus, maar deze is eigenlijk nog mooier. God bewaar me. En het eind is nog lang niet in zicht, want vogels zijn tegenwoordig overal. Mensen houden van vogels. Zet ergens een vogel op en klaar ben je. Op boekcovers vind je ze massaal, meestal romans die totaal niet over vogels gaan. Een wijnverkoper vertelde me dat wijn vele malen beter verkoopt wanneer een vogel op het etiket prijkt. God zij dank. Want overal vogels om je heen, of ze nu echt zijn of niet, en de grauwste dag krijgt toch een beetje vleugels. De wereld wordt, mijn lege portemonnee ten spijt, elke dag een beetje mooier. Zelfs de vroege maandagochtend op weg naar je werk is sinds een jaar een feest. De vloer van metrostation Noord bevat alle vogels van Waterland. Sorry nog, Jean-Pierre, voor het dronken voeren. Maar nu hoef jij je in elk geval niet meer te schamen voor jouw ontboezemingen. Jouw vogelmeuk is nog geen fractie van die van mij. Waar jij meestal dapper weerstand bood, ging ik finaal voor de bel. Zijn we toch weer het zwakkere geslacht. Geen idee hoe hoog je me überhaupt had ingeschat, verstandige ombudsman. Maar misschien toch beter als jij geen beschuitje bij me komt eten. Dankjewel. Dat was een hele hoop, hè? Heeft er iemand meer? Ik durf het bijna niet te vragen. Nee, dit is wel echt baas boven baas. Dat was nog niet alles. Volgende spreker, Alexander. Alexander Reewijk, die gaat ons iets vertellen. Ja, ik heb je praatje nog niet gehoord. Ik weet nog niet precies waar het over kan gaan. Ik ook niet. Maar ik ben ontzettend benieuwd. Want toen ik tegenover jou zat... Wacht even voordat we verder gaan. Toen was je net terug van vogels kijken in Engeland. Nee, nou nee, daar ga ik straks over vogels kijken. Daar nee. Ga je straks over vertellen. Ja, ga ik straks waar over jij vertellen. Was, want je kwam wel net terug. Je zei, ik heb last van mijn teen. Ik heb zoveel gelopen, want ik heb zo ontzettend veel mooie vogels gezien. Of in ieder geval iets wat erop lijkt. Jij bent schrijver, reiziger. Je presenteert programma's. Ook nog. Van alles. En ZZP'er eigenlijk. ZZP'er. Ja. Klinkt bekend. Ja. En jij bent eigenlijk pas net vogelaar. Sinds 13 april 2011. Kijk, daar hebben we een exact begin. Om 9 uur. Ga jij daar zo meteen meer over vertellen? Laten we dan vooral gaan luisteren naar je verhaal. Mag ik de afstandsbediening? Saskia, je vertelt dat je 4 jaar nu vogels kijkt. Wat ik zo benieuwd ben, welke hobby heb je ervoor ingeruild en had je daar een vergelijkbare collectie voor? Oh, je had geen hobby's. Oh, god. Het is mij een groot plezier om hier vandaag voor jullie te staan. Zeer vereerd om hier op dit podium in de balie te staan met Juri, met Jean-Pierre, Saskia en straks met Hans Dorrestein. En naast Danielle Frenken. En ook wat ik vooral heel erg leuk vind is de Bali TV. Ik maak daar eigenlijk vaak gebruik van. Om hele interessante debatten en discussies terug te kijken. Dus het is zeer aan te raden.
En het leuke vind ik om hier naast Danielle te staan, die hier nu een extra aan het opzetten is. En dat komt vooral omdat ik een enorme voorliefde heb voor oude vogelboeken. En eigenlijk alle oude vogelboeken die je ziet, daar zijn de platen die erin gemaakt zijn, of ze nu gemaakt zijn door Audubon, door Keulemans of door Madame Knip. Het is allemaal naar opgezette exemplaren. Het zijn vogels die eerst geschoten zijn, opgezet en vervolgens verbeeld door de kunstenaar. En vaak staat er dan, ik geloof bij de Nederlandse Vogelen van Nozeman, het eerste serieuze vogelwerk in Nederland ooit gepubliceerd. Daar staat naar het leven getekend, maar dat is natuurlijk vooral na het leven getekend. Want ze zijn eerst geschoten, opgezet en vervolgens verbeeld. Dus ik vind het ontzettend leuk om het ook zo te zien hoe dat in zijn werk gaat en hoe precies en hoe mooi dat gaat. Het leuke is dat een van de uitingen wat vogels betreft is natuurlijk de Scharrelaar, nummer 1, het vogeltijdschrift voor lezers. En om mijn liefde voor de oude vogelboeken en vogels vorm te geven, mag ik altijd aan de binnenzijde van het blad twee vogels kiezen die in kleur worden afgebeeld, waar ik dan vervolgens ook nog een verhaal over schrijf. En dat vind ik heel erg leuk. En uiteraard is dat in de eerste aflevering de Scharrelaars van Dresser en Keulemans. Misschien wel Nederlands grootste ornithologische tekenaar. Maar goed, ik vertelde al, mijn vogelliefde of het vogelkijken is bij mij begonnen op 13 april 2011 om 9 uur 's ochtends. En dat zit zo. Ik ben in 2010 gevraagd door uitgeverij Atlas Contact om een boek te schrijven over de geschiedenis van de evolutietheorie. En Redmond O'Hanlon, u wel bekend, was in Nederland na de reis van de Beagle. En ik kwam hem tegen in de Artusbibliotheek die u hier achter mij ziet. Een prachtige 19e eeuwse bibliotheek op het terrein van Artus met bijna alle grote ornithologische werken en eigenlijk alle natuurhistorische werken die je kunt bedenken, gewoon op de planken, kun je zo pakken en lezen. Prachtige correspondenties van Darwin, van Alfred Russel Wallace, zo voor het zien en lezen. En 9 maanden lang heb ik gewerkt aan dat boek, samen met Redmond. Iedere ochtend spraken wij af in de bibliotheek. Daar werkten we, lazen we, spraken we met mensen als Thijs Goldschmidt, Midas Dekkers, een tal van andere wetenschappers en schrijvers over de geschiedenis van de evolutietheorie. Daar leerde ik over Darwin, over Wallace, over Humboldt, waar Jury het net al over had. En al die andere wetenschappers die bij hebben gedragen aan het idee van evolutie op basis van natuurlijke selectie en later natuurlijk ook seksuele selectie. En het enige wandelingetje dat we maakten was eigenlijk vanaf de Plantage Middelaan, vanaf die Artusbibliotheek naar Chinees de Happy Corner op de Plantage Middelaan, Plantage Kerklaan, waar we iedere avond zaten. Ik kan u vertellen, als je dat 9 maanden lang iedere avond doet, ik kan er nu eigenlijk niet meer naar binnen, want ik raak dan meteen van de rel. Toen het boek bijna af was, 6 hoofdstukken waren klaar, dacht ik, Dat evolutie op basis van natuurlijke selectie en seksuele selectie en de sexy sun hypothesis en allerlei andere ideeën rondom evolutie, ik vond ze heel erg interessant klinken, maar het bleef zo theoretisch. Het klonk als iets uit het verleden en het klonk als iets dat niet hier plaatsvindt, maar heel ver hier vandaan. En toen dacht ik, weet je wat, ik nodig Kester Freeriks, NRC-journalist en fanatiek vogelaar, en Remco Daalder, schrijver en vooral stadsecoloog van Amsterdam, collega van Anneke Blokker, nodig ik uit om met z'n allen 's ochtends vroeg, namelijk 13 april 2011 om 9 uur, de stad in te lopen en vogels te gaan kijken. En dat hebben we gedaan. En dat met name dus eigenlijk met het idee van, kan ik die theorieën hier in Amsterdam, langs de grachten en de kleine parkjes en dergelijke, kan ik ze hier ook zien? En het grappige is, Jury zei net al dat wij hier nu die eindeloze woestijnen van raaigras en dergelijke hebben. Je zou dus kunnen zeggen dat tegenwoordig de steden kleine, geconcentreerde eilanden zijn in een zee van groen. Dus de druk is hier hoog, er gebeurt veel en er valt veel over te vertellen.
En ik was wel eens met Redmond naar bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen geweest, waar ik prachtige blauwborsten gezien heb en waar ik prachtige baardmannetjes gezien heb. Ik vond ze heel erg mooi, maar op de een of andere manier, het bleef niet beklijven. Het kwam niet aan. Totdat ik dus met deze mannen, dus met Kester en met Redmond en met Remco, en hier ziet u Emiel Brugman, de vader van het ornithologische schrijven op dit moment in Nederland, de initiator van de vogelmonografiereeks, een van de initiatoren van de Scharrelaar en vooral oprichter van Atlas en ontzettende liefhebber van vogels. Samen trokken wij door de stad en daar werd ik gewoon gegrepen. Wat er namelijk gebeurde, is dat ik ineens een hele nieuwe stad in mijn eigen stad kreeg. Een stad waar ik al jaren doorheen fietste en wandelde. Waar me nooit opgevallen was dat bijvoorbeeld meerkoeten en futen altijd heel dicht bij elkaar leven. Of dat Remco bijvoorbeeld vertelde dat de koolmezen op dit moment in de stad veel hoger zingen, veel harder zingen, veel langer zingen dan bijvoorbeeld de mezen op het platteland. Waardoor er mogelijk op een gegeven moment een scheiding plaats gaat vinden tussen de plattelandsmezen en de stadsmezen. Waardoor je dus een bijna een nieuwe betonmeesachtige soort kunt krijgen. En eigenlijk was dat voor mij een soort. Ik kreeg in één keer een hele nieuwe stad erbij. En ineens zag ik al die structuren en leek het alsof ik ingewijd werd in een compleet nieuwe wereld waar andere wetten gelden, maar die er zeker ook gewoon al is. En het grappige is dat ik sindsdien bijvoorbeeld heel scherp merk wat er verandert. Dus als de eerste gierzwaluwen weer komen. Ik heb het 30 jaar van mijn leven niet opgemerkt. En nu bij iedere gierzwaluw die ik hoor, sla ik onmiddellijk aan. Dat heeft deels ook te maken dat u zag net Remco Daalder en Emiel Brugman lopen. Dat tijdens die wandeling Remco Daalder ook de opdracht kreeg om het boek De Gierzwaluw te schrijven. Waar hij uiteindelijk de Jan Wolkersprijs mee heeft gewonnen. En ik stond ook op die shortlist en ik heb hem toen niet gekregen. Dat kan ook gebeuren. Maar het is ook een fantastisch goed boek. Maar goed, het viel mij dus in ieder geval op dat je aan de hand van voorbeelden in de stad heel goed kon begrijpen hoe allerlei processen, evolutionaire processen, verlopen. En dat dat op het moment dat de druk maar hoog genoeg is, dat je dat in de stad kunt zien. En dat was voor mij eigenlijk dus een soort eye-opener. Dat je dus ook verhalen kunt krijgen en verhalen kunt vertellen bij het kijken van vogels. En dat kan dus gewoon met een ordinaire spreeuw op het Centraal Station zijn, of een merel of een meerkoet en een fuut zoals jullie hier zien. Nou goed, het boek Darwin, Wallace en de anderen is gepubliceerd. En eigenlijk een van de grote bijproducten van het schrijven van het boek was voor mij dat ik kennis maakte met Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace, tijdgenoot van Darwin, mede ontdekker van de evolutietheorie op basis van natuurlijke selectie. En ik denk zelfs eigenlijk dat als Wallace niet had bestaan, dat Darwin zijn theorie nooit had gepubliceerd. En die Alfred Russel Wallace is een buitengewoon interessante figuur. Heel oud geworden, in 1823 geboren, 1913 overleden. Een dramatisch leven gehad, vooral aan het begin toen hij naar Zuid-Amerika reisde om daar te verzamelen en om onderzoek te doen naar evolutie, naar de origin of species. Dat schrijft hij letterlijk in een brief aan een vriend waarmee hij gaat reizen. En op de terugweg, na 4 jaar reis in Zuid-Amerika, zinkt het schip waar al zijn objecten, al zijn vogelhuiden, al zijn insecten en dergelijke inliggen. En hij ziet ze dus voor zijn ogen zinken naar de oceaanbodem. In 1852 komt hij terug in Engeland, berooid, met eigenlijk dus niks. Ik geloof dat hij zijn horloge, een overhemd en een blikje met tekeningen heeft hij mee kunnen nemen van palmbomen. Hij heeft een boek over palmbomen geschreven. Hij heeft een grof reisverslag geschreven over zijn reis door Zuid-Amerika. En hij is toen naar de Malay Archipelago gegaan. De Maleise archipel, Indonesië, Maleisië, Singapore. En daar heeft hij van 1854 tot 1862 heeft hij daar rondgereisd met het idee, ik ga heel veel verzamelen voor de handel en ook om deze reis te bekostigen.
En ik ga ondertussen onderzoek doen naar evolutie en naar tal van andere biologische, natuurhistorische fenomenen, waaronder biogeografie. Hij ontdekte dat er een scheiding is tussen het westelijk Aziatisch deel van de archipel en een oostelijk Australisch deel. Dus hij merkte dat aan de westelijke zijde er spechten waren, neushoornvogels, baardvogels, en dat hij die in het oosten niet meer kon vinden. In het oosten waren ze nagenoeg verdwenen. En daar kwamen in een keer de papegaaien, de kakatoes, de paradijsvogels. En daar reisde hij en dat ontdekte hij. En daar schreef hij een van de belangrijkste boeken uit zijn carrière, The Geographical Distribution of Animals and Plants, over. Dat is eigenlijk zijn grote werk. En toen ik dat boek, The Malay Archipelago, las. En in dat opzicht zijn dit soort boeken. Ik heb mijn oude editie meegenomen. Daar kunnen jullie straks in kijken. Zeer aan te raden om een mooie oude editie te vinden met prachtige gravures erin. En ze zijn echt vrij betaalbaar. Toen ik dat boek las, toen dacht ik, ik wil eigenlijk die reis ook gaan maken. Want wat hij doet is eigenlijk heel minutieus beschrijven wat hij ziet als hij door die archipel reist, over land van Sumatra, Singapore, Sumatra, en dan naar het oosten. En dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Ik ben uiteindelijk van Sumatra overland tot aan de Aru-eilanden en Papua gereisd, om niet zozeer letterlijk in het voetspoor te reizen van Wallace, maar wel in het gebied te reizen waar Wallace heeft gereisd, om te kijken hoe ziet de natuur er nu uit, zoals Wallace dat beschreef, in vergelijking met zoals Wallace dat beschreef in het midden van die 19e eeuw. Wat is er veranderd? En dat is natuurlijk het mooie op het moment dat je zo'n verzamelaar hebt, dat hij heel goed gedocumenteerd heeft wat hij gezien heeft en wat hij heeft meegenomen. En een van de dingen die hij heeft meegenomen is de Wallace Standard Wing, de Wallace paradijsvogel. En hier zien jullie een plaatje zoals hij dat heeft afgebeeld in zijn eigen boek. En dat was misschien wel de grootste vondst of vangst die hij mee kon nemen terug naar Engeland. En ik zal even kort voorlezen hoe hij daarover schreef in de Malay Archipelago. Vlak bij huis haalde ik Ali, zijn hulpje, in, die met een paar aan zijn gordel bungelende vogels van de jacht terugkeerde. Hij leek erg in zijn nopjes en zei, kijk eens meneer, wat een eigenaardige vogel. Daarbij iets omhooghoudend wat aanvankelijk een volslagen raadsel voor me vormde. Ik zag een vogel met op zijn borst een massa prachtig groene veren die uitliepen in twee blinkende bosjes. Maar waar ik niks van begreep waren de twee lange witte veren die uit beide schouders staken. Ali verzekerde me dat ze vanzelf zou uitstaken als de vogel met zijn vleugels fladderde, en dat ze vanzelf zou waren blijven zitten, zonder dat hij ze had aangeraakt. Nu pas zag ik dat ik de hoofdprijs had gewonnen. Niets minder dan een volslagen nieuwe vorm van de paradijsvogel. Een vorm die hoogst opmerkelijk verschilde van alle andere bekende vogels. En dat klopte. Hij vond deze vogel op Batchan, een eiland in de noordelijke Molukken, vlakbij Halmahera. En dat is eigenlijk heel wonderlijk, want paradijsvogels komen eigenlijk meer naar het oosten voor, rondom Papua. En dit was dus redelijk westelijk. En in die reis, daar beschrijf ik dus in mijn eigen reis, waar dit de nieuwe editie van is, daar beschrijf ik hoe die paradijsvogel vliegt en hoe die eruit ziet en hoe die beweegt. Maar ter voorbereiding, en dat zei ik al, het gaat bij mij vooral ook om het verhaal achter de vogel. Dus ik vind het mooi om een paradijsvogel te zien. En natuurlijk wil ik hem graag zien. Maar ik wil ook graag de verhalen erachter weten. En om daar dieper op in te gaan. Ik zei net al, eigenlijk alle vogels die destijds werden afgebeeld, waren in ieder geval eerst geschoten en vervolgens opgezet en afgebeeld. Maar om dat nog beter te begrijpen, was ik hier. Was ik in dit museum, het Natural History Museum in Tring. 60 kilometer ten noordwesten van Londen. En op dit moment de allergrootste collectie ornithologische vogelbalgen, dus vogelhuiden zonder inhoud, worden hier bewaard. Meer dan 750.000.
En het museum is opgericht door Walter Lionel Rothschild. Althans, opgericht. Het was een cadeautje van zijn vader op zijn 21ste verjaardag. Hij kreeg een museum, ging uiteindelijk failliet. De staat nam het museum over. En op dit moment worden daar dus eigenlijk alle vogelbalgen bewaard van het Natural History Museum in Londen en in Trim. Hier ziet u hem trouwens op zijn span met zebra's. Om te bewijzen dat zebra's wel degelijk te mennen zijn. Maar wat stiekem is, is dat het beest linksvoor is geen zebra, maar een paard. U kunt dat net zien. In ieder geval, hier worden dus heel erg veel paradijsvogels bewaard. Zoals jullie hier zien, de Raggiana paradijsvogels. Dit zijn de zogeheten tradeskins die per tienduizenden aan het begin van die 20e eeuw richting Europa kwamen. En hier ziet u de fabelachtig mooie rode paradijsvogels, balgen, die op Waigeo en op Mysol voorkomen. En uiteraard de koningsparadijsvogels, die onder andere ook verzameld zijn door Wallace en die daar ook terecht zijn gekomen. En misschien hebben jullie gehoord dat er in 2009 een hele grote verenroof is geweest. Er is vrij recent een boek over verschenen, The Feather Thief, bij Kirk Wallace Johnson. En die beschrijft een roof van onder andere deze koningsparadijsvogels. Maar er lag ook een balgje van de Wilson, van de Wallace Standard Wing. En toen dacht ik, misschien is deze vogel, want hij heeft die vogels vanuit Papua, vanuit Halmahera al richting Europa gestuurd. Misschien is deze vogel wel gebruikt voor de eerste afbeelding van de Wallace Standard Wing, gemaakt door John Gould, nadat hij was beschreven door Gray. Dit is de eerste. Toen dit boek uitkwam, zat Wallace nog in Indonesië. En uiteindelijk, het leuke natuurlijk is dat er natuurlijk altijd debatten ontstaan over paradijsvogels, of in dit geval over paradijsvogels. En een van die debatten werd aangezwengeld door de maker van dit boek, Tom Iredale. Hij beweerde namelijk dat de Wallace paradijsvogel, heeft hem hier afgebeeld bij de False Birds of Paradise, de niet-echte paradijsvogels. Want, zei hij, hij lijkt eigenlijk veel meer op een lederkop. En hij komt eigenlijk veel te westelijk voor. Dit kan geen echte paradijsvogel zijn. Vervolgens werd hij daar frontaal op aangevallen door iedereen die iets met vogels van doen had. En dit boek is al snel in de boeken gegaan als het allerslechtste paradijsvogelboek ooit. En het had vooral te maken met zijn vrouw. Namelijk zijn vrouw schilderde namelijk eigenlijk heel erg slecht. Daar kwam het eigenlijk vooral op neer. En vooral omdat zij waarschijnlijk heel slechte opgezette preparaten gebruikte. Dus vandaar dat het echt belangrijk is dat Danielle hele goede preparaten maakt. Maar goed, ik wilde dus die Wallace Standard Wing wilde ik zien. En ik ben uiteindelijk vanaf Ternate, op de Molukken dus, naar Halmahera gegaan. Naar Sidangoli. Een leuk plaatsje met huisjes boven het water. En van daaruit ben ik met een jongen op zijn brommer naar Batu Puti gegaan, de Witte Berg, om daar Pak Anu te vinden. Meneer Anu, die daar precies weet waar die Wallace Standard Wing zich bevindt. En hier ziet u zijn huis. Hier vlak achter ligt de rivier. En u moet zich voorstellen dat dit bijna paradijselijk gebied is. Met een rivier die daar dus achter stroomt. De kakatoes die overvliegen. De Papua jaarvogels die molenwiekend over die rivier heen vliegen. En toen hij mij wegwijs maakte, zei hij van, nou Alex, dat is ook de rivier is ook de badkamer, maar als je naar het toilet moet, doe dat een beetje stroomafwaarts, want het is ook ons drinkwater. Maar hier gebeurde alles. Dus hij woonde hier met zijn vrouw Maartje en hij had dan één plek, een soort houten plank in een kamer, waar dan de gasten konden slapen. En in dit geval mocht ik daar slapen. En toen ik het gastenboek doorkeek, zag ik Redmond O'Hanlon, maar ook Attenborough en tal van andere grote vogelkenners rondlopen of in het gastenboek staan. En terwijl ik zwetend op die plank midden in de nacht nog lag te bedenken hoe het zal zijn om een eerste paradijsvogel ooit te zien, toen hoorde ik ineens van naast mij, Alex, slaap je al? En toen zei ik, nee, nog niet. Hij zei, dat is goed, want er zit een slang in je kamer. En vervolgens was deze slang op ongeveer een meter boven mijn hoofd.
gleed hij zo voorlangs richting de uitgang. Maar goed, wij trokken midden in de nacht om 4 uur trokken wij richting het woud. En daar zag ik mijn eerste paradijsvogel ooit. En dat zal ik tot slot even voorlezen. Na ruim een uur komen we in een droge rivierbedding. Anu zoekt een grote steen, gaat zitten en steekt de sigaret op. We zijn nu een paar honderd meter van de lek, de plaats waar de paradijsvogels dansen, en wachten tot we de eerste mannetjes horen zingen. De lucht wordt een paar tinten lichter, voorzichtig klinken de eerste vogeltjes en cicaden. Het voelt als zitten in een wachtkamer, totdat we ineens een schrille lokroep horen. De eerste is er, fluistert Pak Anu. Nu kunnen we verder lopen. We klauteren en glibberen de steile heuvel op naar het houten observatieplateau dat hij enkele jaren geleden heeft gebouwd. Als ik bovenop sta, tuur ik met een verrekijker in de richting van het geluid. Ik hoor 3 of 4 verschillende mannetjes, maar zie er geen één. Geduld, Alex, geduld. Je ziet ze zo, zegt Anu onder het plateau. Het lijkt op inzingen en misschien de concurrentie aftasten. De zon is nog niet op, maar het kan niet lang meer duren. Ik zie wel schimmen op de tak bewegen, maar meer niet. En dan gebeurt het. Zodra de eerste streep zonlicht door de takken schijnt, voltrekt zich iets magisch. Tussen het groen van de bladeren vlamt de iriserend groene borst van een mannetjesvogel op. Het is bijna een bliksemflits. Hij hupt heen en weer op de tak. Hij glinstert in de zonnestraal. En ik kijk naar mijn eerste paradijsvogel ooit. Ik had niet verwacht dat het zoveel indruk op me zou maken. Zeker niet na al die kleurrijke papegaaien, pita's en duiven die ik de afgelopen tijd heb gezien. En na een paar minuten krijst hij en fladdert hij weg. Ik kijk vanaf het plateau naar beneden, waar Anu een sigaretje rookt en me geruststelt. Het is allemaal voorspel, Alex. Het echte dansen begint rond 7 uur. Dan gaat de zon hoger staan. En dat is voor mij dus eigenlijk het grote plezier. Als je al die verhalen hebt gelezen, dat zo'n vogel nog meer diepte krijgt en nog meer, dat je nog meer ideeën hebt bij waar je eigenlijk naar kijkt. En dat je het ook in een context kunt plaatsen van tijd en plaats. En dat vind ik heel erg mooi. Dat neemt uiteraard niet weg dat ik het vind dat je vooral als kind heel jong moet beginnen met vogels kijken. Zelf heb ik dat nooit gedaan met mijn vader. Nooit met vogelboeken of met vriendjes met verrekijkers het veld in. En dat probeer ik een klein beetje anders te doen. Dit is een foto van mijn zoontje die hier in de zaal zit ook daar. Op een denk 3-jarige leeftijd. En vaak gingen we dan naar Frankendaal Park en dan deden we altijd weddenschappen. Hoeveel vogelsoorten we zouden zien. En dan begonnen we meestal bij 6, 7 en dan eindigden wij 13, 14. Dus ik denk dat we de eerste twitcher in de zaal hebben ontdekt. Hartelijk dank. Dankjewel. Ik kan ook alvast verklappen wanneer we verder gaan vogelen en wat er centraal staat. Want we hebben zojuist besloten om de paradijsvogel eigenlijk als eerste vogel te nemen waar we dieper op ingaan en waar we een hele hoop vanaf willen komen. Daar ga jij bij helpen. Zeker. Dat is op 22 oktober om 8 uur. Zet het in je agenda of volg onze nieuwsbrief of kijk wanneer je zin hebt om te komen. Ik kijk er erg naar uit, omdat dit is eigenlijk misschien wel de meest indrukwekkende vogel voor mij om te zien, omdat ik ze gewoon van de BBC Earth-serie kende. En dat, als je dat vertelt aan mensen, dan weten ze ineens wat een vogel is. Dan denken ze, oh ja, die beesten zijn eigenlijk toch wel bijzonder. Tot ziens, dat is mijn moeder. Dag. Je moest eerder weg, want ze moeten de trein halen. Jean-Pierre en Saskia. Ja, oh, dat is een hele goede vraag. Ik was eigenlijk... Goed dat je het vraagt. Wat doe jij? Wat ik doe? De huid is natuurlijk nou nog flexibel en nog nat. En de spelden die ik erin zet is om de huid of de veren op de goede plek te houden. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de poten, de teentjes van de vogel. Ja, die gaan eigenlijk omhoog staan. Dus ik pin die allemaal vast. En over een week of 2, 3 is hij helemaal droog. En dan haal ik alles weer uit en dan werk ik hem netjes af. Dan gaan de ijzerdraden eruit. Gaat er een lakje over de ogen heen. Maak ze eerst even schoon en na een laklaag eroverheen. Dat ze wat meer glimmen. Hij gaat vanaf nu 6 weken in de lijm staan. 3 weken. 3 weken, ja. Nader jij de finale? Is het bijna af? Nou, hij is zo goed als af, ja.
Wat vinden we ervan? Vinden we dat mooi? Wat kost deze? Ja, ik vraag normaal voor het opzetten van extra €175. Dus als iemand een dode extra vindt en die brengt, vraag ik dat ervoor. Nou, dat is een prima prijs, lijkt mij. Jean-Pierre Gele en Saskia van Loenen, willen jullie naar voren komen voor het volgende stuk? Moest je trouwens niet eerst naar de politie aangifte doen en dan een bewijsje krijgen? Nee, dat hoeft niet meer. Dat is sinds 2 jaar is dat eruit. Oh. En wij melden naam van bij de Rijksdienst voor ondernemers, melden wij de merktekens aan. Wil je dat nog één keer herhalen? Oh, ja. Voorheen moest je eerst naar het politiebureau om je vogel aan te melden. En toen kon je dat ook alleen doen als je erkend preparateur was door het ministerie. Dat is sinds 2 jaar is dat veranderd. En nu kan je bij de Rijksdienst van Ondernemers kan je merktekens aanvragen. Dat zijn plastic labeltjes, die zitten hier ook aan zijn pootjes. Daar staat een nummer op. En dat nummer registreer ik dan bij de Rijksdienst voor Ondernemers, wat voor vogel het is en naar welke klant deze toe gaat. Maar dat je naar de politie moest, dat was toch bedoeld om te voorkomen dat jij er een uit de lucht schiet? En, ja, klopt toch? Inderdaad. Ik weet niet hoe dat daarmee voorkomen wordt. Maar... Ja, de reden dat toen is ingevoerd is omdat er veel uit de lucht werd geschoten, inderdaad, om op te zetten. En het moest dus toen eerst bij het politiebureau worden aangemeld om te controleren of er geen kogelgaten in zaten en wat voor soort het was. Maar ja, als je nou bij het politiebureau met een vogel aankoopt, kijken ze ook zo aan van wat is dit? Dus je kan ze alles wijsmaken wat er in die zak zit. Ja, oké. Okay. Maar het is bijna waterdicht, toch? Bijna. We hebben heel veel verschillende vogelaars al zien langskomen. De ene reist naar Papua Nieuw-Guinea, de ander die kijkt in de achtertuin. En ik dacht, we gooien er nog een schepje bovenop. Laten we ze allemaal langs gaan. En daarover gaat jullie volgende stukje. Ja, ik... Ik heb het zelf met voetbal. Ik heb wel eens geprobeerd daar enige interesse voor op te brengen. En het lukt me maar niet. Ik heb hetzelfde met wielrennen. Dus u begrijpt, ik heb weer een moeilijke week. Ik ben blij dat ik vanavond onderdak heb gevonden. Maar daarom begrijp ik ook wel dat het voorkomt dat er mensen zijn die niets hebben met vogels. En ook niet begrijpen na zo'n avond als dit. Van, wat is er in godsnaam aan? Daar hebben wij een oplossing voor gedacht. Want je kunt met deze hobby ook iets anders doen, namelijk vogelaars kijken. En de meeste vogelaars die zijn eenvoudig te herkennen met het blote oog al. Aan hun kleed, meestal wat dof en donker gekleurd, in de kenmerkende tinten groen, keki, bruin, beige, zwart of donkerblauw. En vaak hebben ze aan de kop wat opvallende grijstinten. En bij mannetjes komt ook wel kaalheid voor. De vogelaars is de verzamelnaam voor verschillende ondersoorten. Wilde exemplaren worden overal in het veld aangetroffen. Soms betreft het solitaire individuen, maar ze worden ook regelmatig in paartjes en kleine groepen zien. Mag ik een glaasje water? Er schiet een kikker in mijn keel. Waar ze opvallend gedrag vertonen. Vaak staan ze vrijwel bewegingsloos te staren, met alle neuzen dezelfde kant op. Alle laten zij zich lokken door vogels, maar hun menu verschilt. Waar de ene soort zich laaft aan hooguit 2 balsende futen op het gemeentelijk vijvertje bij het dorpsplein, lijken andere soorten bewegelijker, zo niet onrustiger. Zij leven vooral op de meest zeldzame of bedreigde vogels in buitengebieden en natuurreservaten. En groepsleden van deze soort houden elkaar op de hoogte. Zij communiceren in geheel eigen taal en beeld. Hun sporen laten ze bij voorkeur na op websites en Facebookpagina's, waar zij soms nogal opzichtig vaak fraaie foto's van hun prooi tentoonspreiden. Door vermenging en verbeterde leefomstandigheden zijn in de loop der jaren vele varianten en hybride soorten ontstaan. Dat vraagt... Oh, het staat niet aan. Knopje. Anders kan het laten vallen zeker. Ja? Dat vraagt om nader veldonderzoek. Voor een dagje vogelaren trokken wij erop uit naar een bekend stek waar vandaan geregeld waarnemingen komen. De landelijke SOVON-dag. SOVON Vogelonderzoek Nederland organiseert landelijke vogeltellingen voor natuurbeheer, beleid en onderzoek. Dat is SOVON. De term is een lokroep waar jaarlijks enkele duizenden vogelaars van verschillende families op afkomen. En die leidt tot de grootste najaarstrek in ons land. Zo kon in alle vroegte op zaterdagochtend op een verder nog volkomen leeg Utrecht Centraal een uitpuinende trein vol vrijwel identiek uitziende reizigers worden aangetroffen.
Ook elders uit het land kwamen opmerkelijke observaties van opvallend grote groepen op slechts één perron, wachtend op een trein naar Ede-Wageningen. Al deze vroege vogelaars worden onweerstaanbaar aangetrokken door lezingen, bijeenkomsten en kraampjes van organisaties, bedrijven en instellingen die zich groepsgewijs aanbieden in congrescentrum De Reehorst, een gigantisch vergader- en zalencentrum in Ede. De vogelaar fourageert er hoofdzakelijk met koffie, gevulde koek en broodjes gezond. Broodjes ham of zalm staan ook wel op zijn menu, broodjes kipfilet dan weer niet. De geest wordt er gevoed door lezingen met titels als De ortolaan ontrafelt, Determinatie lastige tuinsoorten of Piepersjassen. Uit de aankondiging: Piepers kunnen zwijgend soms best lastig zijn. Toch zijn zwijgzame, langsvliegende gras- en boompiepers heel aardig van elkaar te onderscheiden. De nadruk van dit verhaal ligt bij het uiterlijk en de roepjes van de algemenere piepers die tellers het vaakst tegenkomen. De zalen waar deze lezingen worden gehouden dienen ruim van tevoren betreden te worden om verzekerd te zijn van een plekje. Op deze dag bevinden zich in De Reehorst structureel meer vogelaars dan stoelen, ook in de grootste zaal. Een zovondag biedt ook verder een boeiend inkijkje in waar de vogelaar zich zoal mee bezighoudt, wat er op hem afkomt en wat hem aantrekt. De schuilhut Buteomark II bijvoorbeeld. Staat die toevallig op dit... Rechtsonder. Lijkt op dat ding rechtsonder. Een paramilitaire uitrusting. We citeren: polyester, 2,9 kilo, 10 seconden opzettijd, 7 kijkgaten. Waarmee de vogelkijker zich omhult in het veld. Als een ware frontsoldaat zit hij zo, met kijker of camera in de aanslag en gedekt door schutkleuren, in de voorste linies om de opponent te bespieden. Voor €130 is de vogelaar helemaal het mannetje. Er zijn prelaria, dat vind ik dan weer leuk, lokfluitjes, radarapparatuur, natuurlijk kijkers en telescopen in alle soorten en maten. Er zijn boeken, prenten en vele, vele andere attributen waarmee de vogelaar zich wenst te omringen. Het is op dit punt waarop de vogelaar, de buitenstaander, voor welhaast existentiële vraagstukken plaatst. Een van de belangrijkste daarvan luidt: moet ik ook zo worden om vogelaar te zijn? Het antwoord is eenduidig: nee. Het zal de vogels een zorg zijn hoe u erbij loopt. Zelfs de neiging om in schutkleuren het veld in te gaan kan de vogels niet beroeren. In weerwil van wat vaak wordt gedacht, reageren veel vogels in het geheel niet op kleur. Wie in lege groene parka en dito kaplaarzen de rietkraag afstruint, maakt evenveel of weinig kans op die roerdomp als degene die zich er vertoont in een felrode swimsuit met gifgele zwemvliezen. Natuurlijk, het gevaar bestaat dat je gaat lijken op je omgeving. Zoals de baas op zijn lievelingshond gaat lijken of andersom. Of zoals langdurig vertoeven in één en dezelfde bubbel de perceptie kleurt en leidt tot eenvormigheid. Dat je dus zo'n mouwloze cakey bodywarmer met 12 ritzakjes, 1 potloodzakje bovenop en kekke klittenbandsluiting vanzelfsprekend gaat vinden. Of erger, mooi zelfs. Maar heus, dat hoeft niet. Heren, u kunt ook zonder dat ringbaardje. Het maakt niemand een betere vogelaar. Dames, in uiterlijk op een man lijken brengt geen wielewaal dichterbij. Allen, u wist het misschien nog niet, maar in een spijkerbroek, op sneakers en met vlot jack kun je ook het veld in. En hier is dus nog een tip voor de beginnende vogelaarkijker. Je moet hier niet de fout begaan om in de lach te schieten. Want het kan de vogelaar afschrikken en dan bent u hem kwijt. Ondanks zijn soms koddige of ronduit vreemde voorkomen, verdient de soort geen hoon, maar een warm onthaal. De vogelaar is een onschuldige species die niemand tot last is, zijn omgeving intact laat en oog heeft voor zijn medeschepselen. Hij is ongevaarlijk, benaderbaar en heeft doorgaans zelfs een uitgesproken vriendelijk karakter. Laat in een groepje gevorderde vogelaars, doorgaans herkenbaar aan hun gekromde houding achter een telescoop, vallen dat je die ene wintertaling op dat meer nog steeds niet ziet, en ze zullen zich verdringen om je te wijzen achter welke kokmeel je hem precies zoeken moet. Egoïsme is de vogelaar vreemd. Hij deelt zijn genotsvogels graag met anderen. De vogelaar blijkt een soort die zich steeds wijder verspreidt. Met name in voorjaar en zomer wordt het trekgedrag wel vertoond. De vogelaar komt dan soms tot ver over de grenzen van zijn territorium. Ze maken daarbij dankbaar gebruik van het aanbod aan excursies en vogelreizen
door diverse gespecialiseerde reisorganisaties. Een goudmijn, zo lijkt het op de Sovondag. Het aanbod varieert daar van dagtripjes naar de Oostvaardersplassen tot 2 weken vogels kijken in Gambia. De haast mythische krokodilwachter, een bijzondere steltlopersoort. Of naar Japan voor Siberische kraanvogels of Georgië voor het Caucasisch korhoen. Het gaat de soort duidelijk voor de wind. De vogelaar wordt inmiddels over de hele wereld waargenomen. Het kan wel rumoerig zijn onder vogelaars. Je vraagt je af of ze elkaar soms niet in de weg zitten. Boeiend is het in elk geval wel om op zo'n Sovondag te zien dat zo ongeveer elke vogel zijn eigen werkgroep kent die de uiteenlopende belangen moet verdedigen. Territoriumdrang of niet, het is duidelijk dat de vogelaar sommige terreinen afbakent. Zo strijden het Steenuiloverleg Nederland en de Stichting Kerkuilenwerkgroep om aandacht. Als de roofvogelgroepen maar niet botsen met de werkgroepen Samen voor de Patrijs of Gierzwaluwbescherming Nederland. En hoe verhoudt de werkgroep Grauwe Kiekendief zich tot de werkgroep Weidevogels, die zich ontfermt over de bedreigde grutto? De argeloze leek zou verwachten dat de verschillende soorten elkaar in de haren vliegen. Maar kemphanen werden niet gesignaleerd in Ede-Wageningen. Vogelaars lijken te leven in vreedzame coexistentie. Minder goed nieuws is er helaas ook over de vogelaars. Onderzoek toont aan dat oudere exemplaren tekenen van degeneratie vertonen. Semi-wetenschappelijke publicaties beschrijven een toenemende kwaal, afnemend gehoor op oudere leeftijd. En daardoor kunnen sommigen de hoge tonen van het goudhaantje of de sprinkhaanzanger niet meer horen. En daarom zijn hun telresultaten dus niet meer betrouwbaar. Wat zijn de berichten over dalende aantallen dan nog waard? Een Deense ornitoloog, Bo Keizer, deed in 2013 onderzoek onder vogeltellers, een speciale soort, dus onder de vogelaars. En wat bleek? Nadat zij een gehoorapparaat hadden ingedaan, steeg het aandeel van vogels dat zij enkel op gehoor ontdekten. En vogels kijken, dat weet u inmiddels, dat doe je vooral met je oren. En dat aandeel dat steeg van 60% naar 69%, dus toch redelijk. Dat ook de ogen bij sommigen langzaam het beeld vertroebelen, mag dan niet verbazen, want vogelaars zijn net mensen. Ze zwijgen alleen opvallend over hun kwaal, kennelijk bang voor gezichtsverlies. En onder vogelaars is wel een bekende naam die van Rob Belsma, bekende roofvogelspecialist en statistiekfreak. En hij schreef in 2014 een openhartig artikel in het tijdschrift De Takkeling, een heel specialistisch blaadje, een orgaan van de werkgroep Roofvogels Nederland. En zijn haviksogen, die had hij, die namen op zijn 48ste af in kwaliteit, constateerde hij zelf. Hij kreeg toen steeds meer moeite met het aflezen van het ringetje van een gevangen roodborst of van zijn schuifmaat bij roofvogelnesten in de schemering. En dat verklaarde ook waarom de kleine stippen hoog in de lucht, waaraan hij roofvogels altijd moeiteloos herkende, steeds zeldzamer waren geworden. Belsma constateerde bij zichzelf een verlies van 5% tot 14% in de aantallen. In Denemarken lag de gemiddelde leeftijd van die tellers tussen de 55 en 65 jaar. En in Nederland is het niet heel veel beter gesteld. De gemiddelde leeftijd ligt in 2007, dat zijn de laatste metingen, al ruim boven de 50 jaar. En bij iets latere enquêtes die er wel zijn geweest, steeg die alleen maar. En die Rob Belsma had daar een analyse over. Vogels kijken en tellen is een oude mannenhobby die gestaag verandert in een stokoude mannenhobby. En zijn berustende conclusie was: oude mannen moeten maar gewoon toegeven dat de gouden jaren voorbij zijn. En dat er meer onder de zon is dan het tellen van stippen in de lucht. Er iets over schrijven, bijvoorbeeld. Dat was in 2014. Inmiddels lijkt de trend voorzichtig te keren. Zoals vaker moet het herstellend vermogen van de natuur zelf niet worden onderschat. Waarnemers melden op de Sovondag 2017 verheugend nieuws. De soort lijkt zich uitstekend te handhaven en slaagt erin zich probleemloos aan te passen aan zijn snel veranderende leefmilieu. Ook is duidelijk sprake van een opmerkelijke toename van vrouwtjes en jongen, zo klinkt het. Met name de laatste jaren steeds meer, sprak een oude rot in de vogelaarswereld glunderend. En dat is goed nieuws. Het verhoogt de kansen op paren en broedsucces. De garantie voor het voortbestaan van een soort. Aan de vogelaar kan de beginnende liefhebber ook in de toekomst dus nog veel plezier beleven. Trek er eens op uit en zoek de vogelaar. U komt er vast een tegen. Misschien wel in uzelf. Dank u wel.
Dit schreven wij overigens in het prachtboekje Spotvogels. En het mooie is, voor deze avond is dat dadelijk te koop voor slechts een tientje. En dan signeren we gratis. Dank jullie wel. Zijn we aangekomen bij de laatste spreker van vanavond. De laatste spreker is Hans Dorrestein. Wilt u naar het katheder voorkomen? Ik zit even te denken toen ik contact met u zocht. Ik geloof niet dat u aan het vogelen was. Nee. Maar ik neem mijn mobiel niet mee als ik... Kijk, een echte vogelaar. Gaat uw gang. Oké. Ja, ik moet alles nog uitpakken. Zal ik even een glaasje water inschenken? Oh, dat is al heel goed. Dat is heel fijn, hè? Het is misschien een beetje een ongebruikelijke vogel om mee te beginnen. Het smelken. Wie van u heeft wel eens een smelken gezien? Oh, dat zijn er wel meer dan ik dacht. 3. Ja, een dooi. Daar zou ik een moord voor doen. Het smelken. Die heb ik 1 keer gezien, of liever. Ik was met iemand die ik ontmoet had bij een Bulgaarse reis. Weer terug in Nederland gingen we een dag vogel kijken. En die zag op ongeveer 200 meter afstand een vogel neerdalen. En dat noemde die. En dan zei dat het een smelken was. En met mijn kijker kon ik er eigenlijk niks anders van maken dan een lijster. Ik heb hem dus niet, hij had dus een smelker gezien, ik had echt heel graag een smelker gezien. Maar die waarneming die, van mij, die telt gewoon niet. Want als je hem niet kan onderscheiden van de zanglijster, dan heb je geen smelker gezien. Dus. En dat geeft meteen het probleem waar ik het over wil hebben weer. Ik ben een buitengewoon zwakke vogelaar. Ik bedoel, ik hou er verschrikkelijk veel van. Ik vind het een plezier, een genot om te doen. Maar als u mij in het veld bezig ziet, dan is het 1 grote knoeipartij. Ik heb dus zo iemand als Nico de Haan naast me nodig om een beetje vogels te kijken. Of, nou, dat is weer overdreven. Ik doe ongeveer 3, 4, 5 keer zo lang over het identificeren van een vogel als de gemiddelde goede vogelaar. Dat ligt enerzijds aan het feit dat ik heel laat begonnen ben, na mijn 60ste. Anderzijds heb ik hele luie ogen. Het duurt ontzettend lang voordat het beeld in mijn hersens is en weer terug, enzovoort, enzovoort. En essentieel voor een goed vogelkijken is natuurlijk een goed oog voor het kleine verschil. Een goed oog voor het detail, en dat mis ik ten enenmale. Daar heb ik een oplossing voor gevonden. En dat is het maken van groepsreizen. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat er ook... Ik was al een tijdje in mijn eentje aan het vogel kijken, maar het schoot niet echt op. Dat er ook vogelreizen waren. En was nooit tot me doorgedrongen. Ik was al jaren geabonneerd op het tijdschrift Vogels. En ik had nooit zo'n reis gezien, maar toen, toen ze me daar op attent maakten, zag ik allemaal vogelreizen. Toen ben ik met een groepsvogelreis naar Polen toegegaan. En dat is geweldig. Dat kan ik jullie allemaal aanraden. Ten eerste heb je 15 paar ogen extra. Je hebt een geniale gids die alles ziet. En je hebt een paar vogelaars, 3. Meestal van de 15 die zo verschrikkelijk goed kijken dat er geen vogel is die aan ontsnappen kan aan je waarneming. De vogelaar wordt over het algemeen grap over gemaakt. Een beetje het geitenwolle sokken, een beetje watjes. Maar ik vind dat het grote voordelen heeft. Laten we zeggen,
Als je met vogelaars op stap bent, hoef je tenminste geen schuine bakken aan te horen. Ze gaan ook niet vertellen over hoe duur hun auto is, over hypotheken van huizen. Daar hebben ze het nooit over. En dat vind ik wel lekker, eerlijk gezegd. Wat het allermooiste is van zo'n vogelreis, en dat, hebben Saskia en Pierre ook al gezegd, Jean-Pierre. Er is geen hiërarchie. Al kom je voorkomen als zwakke vogelaar zo'n groep binnen. Iedereen doet zijn best om jou dat vogeltje te laten zien. Ik merk nu zelf ook die enkele keer dat ik met iemand het veld inga die slechter is dan ik. Dan vind ik het heerlijk om een kneut te laten zien of een grasmus. En ik heb het een keer meegemaakt tijdens een reis. Dat moet ik even vertellen. Ik heb er sinds Polen is er een jaar geweest dat ik 7 van die vogelreizen maakte. Naar Letland, naar Spanje, naar Italië, naar Hongarije, Roemenië. Want vooral naar Oost-Europa is het geweldig om naartoe. Daar is nog wat ruimte. Daar is nog niet alles volgebouwd. Het allerfijnste van reizen in het Oost-Europa, Polen en zo, dat is bijvoorbeeld. Dat zijn de zandpaden. Niet alles is nog van asfalt. Of in de winter, ik heb een reis naar Polen gemaakt, ook later in een winter. De rivieren zijn nog bevroren tot aan de horizon. En daar zitten dan visarenden op. Ook, ja, die komt direct. Oké, ja, er is geen hiërarchie. Oh ja, dat wou ik ook nog een keer vertellen. Ik was een keer mee met een reis, daar liep ook een oud vrouwtje bij rond en die wist werkelijk erbarmelijk weinig. Of eigenlijk helemaal niks. Dus ik heb op een gegeven moment een beetje alle moed bij elkaar geraapt en toen vroeg ik haar eigenlijk waarom ze eigenlijk meegegaan was met mijn vogelreis. En toen vertelde ze me, haar man zaliger, die had zijn hele leven vogels gekeken. En nu, een paar jaar na zijn dood, begon ze opeens nieuwsgierig te worden naar wat hij allemaal gezien had. Zij werd door de gids en alle andere leden van de maatschappij net zo behandeld als anderen. Het werd volkomen serieus genomen. Dus hiërarchie is er niet. En daar wil ik een stukje van laten horen. Lieve mensen, luister. De vogelwereld is een wereld waar je niet in hoeft te vechten. Al ben je nog zo'n waardeloze kruk in het veld. Je wordt met open armen ontvangen. Alle vogelaars om je heen hebben woorden van troost. Oh, dat vond ik vroeger ook zo moeilijk, de roofvogels. Vreselijk. Ik snapte niet hoe iedereen meteen het verschil zag tussen een buizerd en een wespendief. En een ander roept als je de slechtvalk weer niet herkent. Oh, dat had ik vroeger met het smelken. Dan ben ik blij dat ik hem al heb laten zien. En van de hele vogelclub zijn er woorden van troost als je de Balkansperwer op een haarna hebt gemist. Dat is deze, oh ja. De Balkansperwer. Ze zeggen allemaal de Balkansperwer. Ach man, ik had al 50 jaar gevolgd en toen zag ik hem pas voor het eerst. Maar toen was het ook wel heel erg raak. Hij zat pontificaal naast een donkere zanghavik. Op één tak, nou jij weer. Even kijken, dit is de donkere zanghavik. Heb ik persoonlijk nooit gezien. Dit moet een roodpootvalk zijn, maar dit is hierbij kun je gewoon niet zien wat een verschrikkelijk mooie vogel. Dit is een van de mooiste roofvogels die er bestaat. De roodpootvalk. Die heb ik in Hongarije gezien. Ik ben intussen zo 7 keer naar Hongarije geweest. En daar heb ik onder andere bijvoorbeeld bij een van de eerste reizen de appelvink gezien. En dat was een grote droom van mij om eindelijk die appelvink eens een keer te zien. En ik woon in een buurt van mensen met grote tuinen in Bennekom, Wageningen. En die zeiden altijd tegen me, god, de appelvink, die heb ik in mijn tuin. En als je dan een keer langskwam, dan was er geen appelvink. ik ben ook...
behalve ook vaak in Spanje geweest. En daar is één vogel die steelt. Oh ja, dit is de. Oh ja, ik sta er altijd versteld van. Hoe heeft dit beest zichzelf kunnen verzinnen? Dit is toch niet te geloven? Wat een geweldige, krankzinnige, originele kleurcombinatie. En dan met die blauwe snavel. Ik snakte naar de appelvink, dat mag u wel vertellen. Maar goed, die zag ik toen in Hongarije trouwens, bij die eerste reis. Met misschien wel tienduizenden tegelijkertijd. Ik maakte een wandeling in mijn eentje. En er brak een onweer los. En in de regen kwamen er tienduizenden over appelvinken. Nooit één gezien. En toen met zoveel. God overdrijft altijd zo. Er is nog een vogel die deze baard altijd opzien. Ik word geregeld door vrienden gebeld die niet vogels kijken. Die bellen dan uit Tsjechië of uit Italië of Griekenland. En die zeggen, daar loopt nu zo'n leuke vogel rond. En dan weet ik al dat het deze is. Ik zeg, gaat hij ook zijn kuif opsteken? Ja, hij heeft ook een kuif. Ik zeg, dat is de hop. En die hop die komt in het buitenland heel veel voor. Maar omdat je hem in Nederland zo mist, als je in een bus zit van het vliegveld naar het hotel, dan op een gegeven moment dan is er iemand die roept hop. En dat wordt ook beschreven in dit gedicht, Viva la España. Spanje is altijd al een gek land geweest. Denk maar aan Picasso en Johanna de Waanzinnige. We waren met een vogelgezelschap onderweg naar Calamonte in de Extremadura. Er klonk een kreet. Oh ja, ik vergeet erbij te vertellen dat het uitzonderlijk slecht weer was. Koud en winderig, dat maakt het allemaal nog vreemder. In de bus riep iemand een kuifkoekoek. En inderdaad, zelfs twee kuifkoekoeken vlogen met ons mee op een meter afstand van de busramen. Uiterlijk onbewogen. Ze keken recht voor zich uit. Terwijl toch uit ons voertuig een geweldige schreeuw opsteeg. Het tumult was nog vele malen groter dan de dag daarvoor met de hop. De bus reed verder op zijn kop. Zoiets kan alleen maar in Spanje, waar ook Sinterklaas vandaan komt en de ETA. Oh ja, ja nou die hop, dat is ook natuurlijk een vreugde om te zien. Maar die kuifkoekoek, ik heb nooit meer die kuifkoekoek gezien natuurlijk. Die vliegt mee met de bus. Zulke verhalen maak je daarmee. Oh, de buidelmees. Dat is ook weer zo'n vogel die ik niet. Die buidelmees, die heb ik bij die eerste vogelreis had ik moeten zien. En het is een verschrikkelijk mooi. Iedereen zag hem. Maar ik stond maar te roepen, waar dan, waar dan? En hier komt die visarend van die bevroren rivier tot de horizon. Die zat vol met visarenden. En daar liep ook af en toe een otter. Dat is het grote voordeel van naar Oost-Europa. Dat zijn de zegeningen van het communisme achteraf. En dat betekent stilstand is vooruitgang. Bij een van de andere reizen naar Hongarije liep ik een keer met een gids heel een stuk voor de andere uit, langs een rivier. En ik zie heel in de verte een stip, dus ik zet mijn kijker, maar ik zie een grotere stip. En ik vraag aan Aad, de gids, wat voor vogel is dat, Aad, kun je dat zien? Hij zegt, het is een geelpootmeeuw. En ik zeg, dit is onmogelijk, dat kun je niet zien. Hij moest me gelijk geven, dat kon hij niet zien. Maar toen zei hij, ja Hans, het is beoosten de lijn Berlijn. Milaan zijn het altijd geelpootmeeuwen. Dan gaan we. Ja, dit zijn echt schitterende vogels. Die zie je dan ook in Hongarije bijvoorbeeld. En die vliegt altijd heel. Als je nog maar. Niet in de buurt bent, maar op honderden meter afstand. Vliegt die scharrelaar al weg. En daarom zou die scharrelaar in Nederland al niet meer kunnen leven, want die moet om de havenklap opvliegen. Het verdwijnen van vogelsoorten heeft voor mij ook heel veel te maken met de opvliegafstand.
vogels die geen grote opvliegafstand hebben, bijvoorbeeld van 10 meter of zo, of 5 meter, die kunnen nog wel eens een keer rustig fourageren. Zoals het koutje. Die blijft gewoon soms zitten terwijl je langs fietst of langs loopt. Maar die scharrelaar is honderden meter. Die zou het in zulke drukke landen als Nederland niet overleven. Koutje. Nou, de wielwaal, die heb ik daar op een gegeven moment in Hongarije, op de poes, daar stond een rij populieren, een soort populieren. Er vlogen er 30 heen en weer, 30 wielwalen in één klap. Ik heb daar weinig van gezien, want we waren op dat moment in gesprek met een Nederlands echtpaar waarvan de vrouw buitengewoon mooi was. Ongelooflijk. Heb ik me een verrader van de wielerwaal gevoeld. Mijn hele leven gesmeekt om de wielerwaal. En dan heb je er een paar voor je neus. En dan sta je maar naar een knappe vrouw te kijken. Die wielerwaal die is bepaald zeer schuw. Dus die zie je in Nederland bijna nooit. En je moet wel ook in het buitenland geluk hebben om te zien. En hij is niet dol op mensen, heb ik het gevoel. Want ik ben eens een keertje naar een boom waar ik hem hoorde zingen toegelopen en dan begint zo'n wielerwaal die zo'n prachtig, mooi, zoet geluid heeft. Die begint dan krassende geluiden te maken. Het is net een kraai. Net een ekster. Je ziet hem dus heel weinig, maar er is de zwartopgors noem ik de wielerwaal der armen. Die heeft ook zo'n... Ja, voor mensen die niet snel zijn en niet goed vogels kunnen kijken, is dit een oplossing. Want als je die blijft gewoon boven in de top van een kleine boom zitten of in een heester. Dus die kan je altijd makkelijk waarnemen. Dus een hele geschikte vogel voor mij. De bruine kiekendief. Ho. Die speelt een rol in een verhaal in Spanje. In Spanje kwam er op een gegeven moment een man de bus in met lakschoenen aan. En dat bleek Jaap. Dat was een herenkapper uit Steenwijk. Echt een hele flinke kerel met zijn handen in zijn zakken. Die liep vrolijk te praten. Was een beetje een luidruchtige man met een harde stem. Maar de eerste dag dat ik met hem loop... Zegt hij op een gegeven moment, Hans, wat zit daar nou voor vogeltje op die tak? En die vraag kon ik makkelijk beantwoorden. Ik zeg, Jaap, dat is een vink. En ik keek hem een beetje verbaasd aan, want je verwacht niet van een vogelaar dat hij de vink niet herkent. En Hans, ik weet niks van vogels, alleen van de bruine kiekendief. Het is natuurlijk onmogelijk dat jij niet vogels kijkt, maar wel kon hij uitleggen. Hij had een kapperszaak in Steenwijk aan een meer met veel riet. En daar kwamen steeds kiekendieven voorbij. Die had hij als hij tussen de middag zijn lunch af kon, die ze bekijken enzovoort. Dus daar wist hij wel veel van. Dan namen we dat nog met een korrel zout voor Jaap. Maar toen we in een moerasgebied kwamen, toen kwamen er inderdaad bruine kiekendieven over. En de gids, we hadden een hartstikke leuke, aardige, een beetje overbezorgde gids. Die begon ons uit te leggen, ja, die nestelt hier. En Jaap riep meteen, die nestelt hier niet. Nou, vroeg ik, hoe weet je dat? Nou, dan vliegt die anders. En inderdaad, een poosje later begon die bruine kiekendief, die begon een beetje raar te fladderen en die daalt in het riet. Hier nestelt hij wel. Dus dat bleek nog waar ook te zijn, dat verhaal. En ik zat op een gegeven moment met Jaap naast Jaap in de bus. Aan de overkant, het gangpad, twee stoelen achter ons, zat onze overbezorgde gids. En Jaap begon geweldig te klagen over het Spaanse eten. Dat vond hij vreselijk. Die paella was toch niet tevreden dat ze dat een mens voorzet. Dus ik begon een beetje te dempen, want ik vond het erg als de gids dat hoorde. En... maar hij bleef verder klagen over het eten. En op een gegeven moment, daar kwam het, toen hoorde ik de gids roepen, Hans, waar hebben jullie het over? En voordat ik kon reageren, draaide Jaap zich om en zei, Dorrestein vindt het eten hier niet zo lekker.
Oh ja. Goed. In een van die vogelreizen heeft me ook op Lesbos gebracht. Lesbos is een heel populair eiland bij vogelaars, want daar komen heel veel trekvogels over. Ik zat in een hartstikke geweldige groep en er was onder andere een vrouw die pas 1 jaar vogels keek. Die keek me er echt finaal uit. Dus ik had heel veel steun aan haar, maar 1 jaar. En ik deed al 15 jaar. Daar word ik wel eens moedeloos van. Maar nou, ik heb me er wel bij neergelegd. En ik zei in het begin dat het vogelkijken, dat voornamelijk neerkomt op oog voor detail. En een oog voor het kleine verschil. En Nine is later een vriendin van me geworden. Nine was op een gegeven moment in een soort discussie met Dick, een andere medereiziger, over een vogel die ze in de verte zagen. En dat demonstreert mooi hoe op Sherlock Holmes-achtige manier die twee er samen achter kwamen wat voor vogel er dan zat. Dat laat ik even horen. Hele goede vogelaars weten meestal meteen welke vogel ze zien. Maar soms is er twijfel en dan gaan ze met elkaar in discussie. Daarbij volgen ze de redeneertrand van Sherlock Holmes, de beroemde Britse misdaadbestrijder. Ik heb 1 keer zo'n dialoog meegemaakt tussen 2 echte vogelkenners op het Griekse eiland Lesbos. Nine, Dick, wil je me helpen? Ik heb er nu 1 in de telescoop en ik weet niet wat het is. Hij zit op het 3e walletje links van die 2 bosruiters. Dick, in de buurt van die bloeiende hoornpapaver? Nine, ja, een beetje rechts daarvan. Hij is te groot voor een oeverloper. Dick, ja, ik heb hem. Nee, een oeverloper is hier erg onwaarschijnlijk. Nine, hij heeft wat rood op de borst. Kan het een kanoet zijn? Dick, kunnen we uitsluiten. Kanoet, strandlopers zitten niet aan de Middellandse Zee. Maar ik heb hem nu goed in beeld en ik zie inderdaad iets roods op de borst. Ik zou bijna denken aan een krombek-strandloper. Nine, maar het is zo ver weg. De hitte trilt. Ik kan niet goed zien of de snavel krom is. Dick, nou ben ik hem opeens kwijt. Nine, hij is verder naar rechts gelopen. Hij zit nu bij die 3 stenen. Dick, ja, ik heb hem weer. Nee, de krombek moeten we laten vallen, want er zit bij nader inzien geen rood op de borststreek. En die snavel is gewoon recht, of niet? Zit er een lichte benedenwaartse kromming in die snavel, Nine? Als die zwart is, dan zou het een bonte strandloper kunnen zijn. Nee, Nine, nee, want die heeft een langere snavel. Dit snaveltje is maar heel kort, Dick. Dick, waarachtig, een kort snaveltje, zwart. Weet je wat ik denk, Nine? Het is Temmings strandloper. Korte snavel, lichte vlek op de borst. Je hebt gelijk, het is een Tammy. We zijn eruit. Oh. Hey. Nou ja, die Tammy houdt u van met de goed. Dank u wel, dit was het. Dit is de oeverloper. Nee, dit is de oeverloper. Ja, want die... Dames en heren, dank jullie wel voor jullie komst en jullie support en jullie vogels kijken. Ik hoop jullie allemaal terug te zien op de 22e om 8 uur en dan gaan we diep duiken in de paradijsvogels. Dankjewel voor het opzetten van deze vogels. En we gaan naar buiten, leef je schurkpaard in en ik krijg de consumptiebon en aan de bar is de 3e helft. Dank jullie wel.